Dames en heren, ik heet u allemaal van harte welkom op de inmiddels beroemde Harnie van Leeuwenlezing. Een heel speciaal welkom natuurlijk voor Jet Bussemaker en Henk ten Hulsje. Jet Bussemaker zal de Harnie van Leeuwenlezing uitspreken en Henk die zal daar op reageren. Ik vind het heel bijzonder dat Jet Bussemaker bereid is om de Harnie van Leeuwenlezing te komen houden. En voor mij persoonlijk is het heel erg leuk, omdat ik heel lang en heel goed samen heb mogen werken toen Jet Bussemaker nog staatssecretaris was bij VWS. En beroemd is geworden om een brief die door iedereen gelezen is over wel zijn nieuwe stijl, maar die nooit naar de Tweede Kamer gestuurd is, omdat op het nippertje het kabinet viel. Maar het is wel een hele beroemde brief van onze beroemde Jet Bussemaker. Stan, jij gaat het gesprek leiden, want daar ben je beter in dan ik. Dat moet nog blijken, Bert, maar dankjewel. Mijn naam is Stan Verhaag. Ik ben hoofdredacteur van WMO Magazine. En mag voor de 6e of 7e keer, geloof ik, deze bijeenkomst leiden. De Harnie van Leeuwenlezing. Voor de 2e keer zonder Harnie, helaas. Het is wel de 8e editie van de Harnie van Leeuwenlezing. Ik heb het idee dat ik ergens anders moet gaan staan. Misschien hier. Ver bij Jet Bussemaker vandaan. Dat is niet persoonlijk. Ik ben even nieuwsgierig. Het is de 8e keer. Wie van u heeft nog nooit een Harnie van Leeuwenlezing bijgewoond? Oh, dat zijn er best veel. Wauw. En wie dan wel? Want dat. Ja, de rest. Maar dan wil ik even kijken hoeveel dat. Nee, hou even omhoog. 2, 4, 6, 8, 10. Een stuk of 25 wel. En 75 niet. Tel ik in de gauwigheid. Leuk. Ik zal even kort uitleggen wat we gaan doen. Mevrouw Bussemaker die heeft de lezing voorbereid. Ongeveer 3 kwartier staat ervoor. Daarna gaat Henk ten Hulsjer, wethouder in Meppel, die gaat reageren. Hij heeft hem al gezien, die lezing. Dus het is niet helemaal spontaan, Henk. Ik heb zelfs al de samenvatting gezien van wat jij gaat zeggen. Daarvoor krijgt Henk 10 minuten, zeg ik er even bij. Het lezen van de samenvatting kostte mij ongeveer 7,5 minuut, Henk. Dus ik waarschuw je alvast, ik hou dat straks even in de gaten. Want daarna hebben we nog hopelijk heel veel tijd om ook u aan het woord te laten. Want we willen graag met u in gesprek over die lezing en over de reactie van Henk. En over de adviesraden anno 2019. Dat is het programma. Kijk even of ik. Nee, oh ja, nu weet ik het al. Sanne die gaat mij, die zit mij aan te kijken, want ik wil nog even een huishoudelijke mededeling doen, namelijk dat het wordt gefilmd. Maarten is de cameraman vanmiddag. Die gaat het filmen en dat betekent dat het vanavond integraal al op YouTube staat, deze bijeenkomst. En jullie krijgen de link toegestuurd door Sanne. En jullie gaan ook de lezing van mevrouw Bussemaker via de mail toegestuurd krijgen. Dus als er dingen zijn die je niet meteen de eerste keer begrijpt, kun je het altijd nog nalezen. Dat is het idee. Volgens mij heb ik dan de belangrijkste dingen gezegd. En dan gaan we het hebben over mevrouw Bussemaker. Die ga ik introduceren. U bent oud-Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Oud-staatssecretaris van VWS. Daar refereerde Bert Holman al even aan. Daarna werd u ook nog minister van Onderwijs. OCW, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Toen was u een tijdje bij de UvA, volgens mij, verbonden. Als rector. Daarna en nog steeds hoogleraar aan de Universiteit Leiden. En sinds 1 juni ook voorzitter. En in die hoedanigheid bent u er eigenlijk ook als voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Ook wel RVS. Maar dan niet te verwarren met de Raad van State. Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Daar bent u voorzitter van sinds 1 juni. Daarna is er nog iemand ook bijgekomen bij die raad, Erik Dannenberg. Die kent u wellicht nog van een paar jaar geleden, toen hij hier ook de Harnie van Leeuwenlezing hield. Dus die zit daar ook bij. En dat is wie u bent, dan ga ik u het woord geven. En ik had het met Martijn da Costa, die is secretaris, die was secretaris van het bestuur van de koepel, tot 1,5 uur geleden. Die zei, je moet ook eens aan Jet vragen wat zij zichzelf nog herinnert van Harnie van Leeuwen. Want u heeft regelmatig contact met haar gehad. En Martijn had het met name over de periode
het ging over de, hoe heet het ook weer? Taskforce Handicappen Samenleving. En het VN-verdrag. En het VN-verdrag, precies. Dat is wat Martijn ook noemde. En Martijn vertelde dat Hanny, en hij omschreef dat als charmant op zijn Hannies, ze bij u als staatssecretaris erop aandrong dat Nederland toch echt dat VN-verdrag wel moest gaan ratificeren. Dit is geweest in, wanneer was u staatssecretaris? 2007 tot 2010. 2007 tot 2010. En toen heeft het nog tot 2016 geduurd zelfs. Ja. Kunt u zich dan nog herinneren dat Hanny bij u aandrong? Ja, ik kan me wel meer herinneren van Hanny. Oh ja. Ik ga er zo wat over vertellen. Want ze, niet alleen hierover kwam ze langs om aan te dringen dat er wat moest gebeuren. Ze echt, ze rammelde regelmatig op de deur. Maar hier zei ze ook, ja, jullie moeten nu wel snel ratificeren. En wat altijd, dat is altijd ingewikkeld met Nederland. Want ik heb toen wel, herinner ik me, als staatssecretaris getekend. Waarmee we aangaven, we willen meedoen. Ja, ja. We nemen het serieus. En nu gaan we de proces inzetten om te ratificeren. En hoe dat dan in Nederland gaat, is dat alle wetten bij alle departementen eigenlijk door de molen gehaald worden. Om te kijken, wat zou er moeten gebeuren? Wat moeten wij allemaal doen om goed te kunnen ratificeren? Nou ja, en dan kom je struikelblokken tegen en dan zijn er af en toe discussies. En dat duurt een tijd. En ik weet nog dat andere landen, ik geloof dat China binnen een maand had geratificeerd. En Bulgarije geloof ik ook. Ja, maar die draaiden het dus om. Precies. Ik vind het vanuit het beleidsmatige en politieke handwerk heel goed te verdedigen wat wij deden. Maar ik heb het communicatief altijd heel ingewikkeld gevonden. Want ik moest altijd uitleggen, en vervolgens ook mijn opvolgers, waarom het zo lang duurde. En andere landen zo heel snel gingen en daarmee eigenlijk leken het VN-verdrag belangrijker te vinden. Terwijl ik durf te zeggen dat met het precisiewerk wat wij verrichten misschien uiteindelijk wel meer deden en binnenhaalden dan China en Bulgarije. Dat ben ik helemaal met u eens. Dus ik denk dat wat dat betreft, maar dat gaat echt over alle internationale verdragen, hoe wij dat doen. Dus dat zouden we niet alleen voor het VN-verdrag, maar zou ook voor andere verdragen moeten gelden. Dat je tijdens dat proces wel stappen zet. En het leidt er natuurlijk wel toe, als je het op deze manier doet, dat er ook heel veel partijen kunnen denken, nou, we gaan maar eens even kijken wat eruit komt. En voorlopig hoeven we nog niks. Dus ik geef gif toe. Nederland kan sneller. De eerste schaduwrapportage komt eraan, zegt mevrouw dreigend. Nou, maak je borst maar nat. Ja. Ja, maar dat is dan weer voor een volgende opvolger. Dat is nu Hugo de Jonge. Hij is gewaarschuwd. We gaan luisteren naar uw lezing, dames en heren. Jet Bussemaker. Mag ik deze dicht doen? U ziet mij toch al in het echt. Dus volgens mij kan die foto... Ja, mag dat? Want dan zit ik zo zelf tegen die computer aan te kijken. Mijn lezing heet Onorthodoxe Wegen in het Belang van Waardigheid. En ik begin met een citaat. Hanny van Leeuwen staat ondanks haar hoge leeftijd nog steeds voluit in de samenleving. Kenmerkend is voor haar dat zij bereid en in staat is onorthodoxe wegen te bewandelen om haar doel te bereiken. Dat is een citaat van mezelf. En dat is eigenlijk niet zo beleefd om daarmee te beginnen. Maar ik vind het in dit geval toch wel gepast, omdat het een citaat over Hanny van Leeuwen is. En ik sprak die woorden uit toen ik Hanny op 8 juni 2009... de Major Boshartprijs mocht uitreiken. En u kunt zich voorstellen, Hanny kennende, hoe ze daar stond te glimmen van trots en van plezier, maar het ook gelijk met iedereen wilde delen. Dat is in een heel groot carré. Want die prijs was niet alleen voor haar, maar voor iedereen, en ik denk voor velen die hier in het publiek zitten, die samen met haar de strijd tegen onrechtvaardigheid aanbonden. En dus ook daarin bereid zijn en waren om die onorthodoxe wegen in te slaan. En ik vind het bijzonder dat ik na mijn periode als staatssecretaris van VWS, waar we inderdaad
werd herinnerde daar aan belangrijke stappen vooruitgezet hebben met de WMO. Ook veel struikelblokken zijn tegengekomen en heel veel problemen bij het goed uitvoeren van een voorzieningenwet. Waarin ik Harnie in die tijd heb ontmoet. Dat ik nu als voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving maar ook weer door haar mag laten inspireren bij het verkennen van onorthodoxe wegen. Want ik denk dat verkennen van onorthodoxe wegen eigenlijk meer dan ooit noodzakelijk is. Het is dus niet alleen een wens, maar het is een absolute noodzaak. Het is tijd dat we meer buiten de lijntjes gaan kleuren. Want de kern van de verzorgingsstaat staat op de tocht. En ik zou daarbij ook willen zeggen dat we de ruimte die wetgeving biedt, dat we die benutten. Ik zal nooit mensen adviseren om over de wet te gaan. Dan doen we iets wat niet mag. Maar wat ik nu zie is dat heel veel ruimte die er is, dat we die eigenlijk niet goed met elkaar benutten. Omdat we zekerheid op zekerheid willen stapelen. Voorzichtig zijn, better safe than sorry zijn. En ik denk dat dat niet verstandig is. Want nogmaals, die kern van de verzorging staat op de tocht. Instituties en voorzieningen die slagen er te vaak niet meer in om te doen waarvoor ze bedoeld zijn. En dat is eigenlijk best ernstig. Kijk naar de recente discussie over de toeslagen. Ooit, ik was toen Kamerlid en ik weet nog dat vooral Harnie's partij, het CDA, daar enorm op hamerde hoe goed het zou zijn als mensen zelf niet meer aan zouden hoeven vragen, maar als dat automatisch allemaal via toeslagen geregeld zou worden, als ze compensatie nodig hadden. Ik weet ook hoe er toen al is gewaarschuwd door de Belastingdienst over de vraag of het wel uitvoerbaar was en of de Belastingdienst het eigenlijk wel zou kunnen, want die zijn heel goed om geld in te nemen, zoals we allemaal weten. Maar hoe goed zijn ze eigenlijk om ook geld terug te geven? En nu, eigenlijk 10 jaar later, meer dan 10 jaar later, lopen we tegen heel veel problemen aan. Want het toeslagensysteem is ondertussen verworden tot een van de belangrijkste oorzaken van problematische schulden. En dat is toch eigenlijk heel erg pijnlijk. Ik noem er ook nog maar één uit een regeerperiode waar ik ook zelf in heb gezeten. Dus ik kijk er ook niet met trots op terug, maar het is wel de realiteit, is de kostendelersnorm. Bedoeld om oneigenlijk gebruik tegen te gaan, ook een zeer nobel streven, want je wilt dat mensen krijgen waar ze recht op hebben, maar ook niet meer dan dat. En nu zitten we met een enorm probleem van dak- en thuislozen, dat eigenlijk geen dag langer kan wachten, want elke dag komt de winter dichterbij. En die kostendelersnorm wordt gezien als een van de belemmeringen om iets te doen voor dak- en thuislozen. Kortom, we hebben het over ernstige en heel belangrijke zaken die dringend aangepakt moeten worden. En hoe die overheid soms met de beste bedoelingen regelingen bedenkt die toch funest uitwerken, dat is heel mooi verwoord door de Israëlische filosoof Avishai Margalit met zijn boek The Decent Society. Het is een oude boek uit 1996, maar het heeft mij eerder geïnspireerd en het inspireert mij vandaag ook weer. Want wat zegt hij eigenlijk? Een decent society, een fatsoenlijke samenleving, is in zijn ogen een samenleving waar instituties de leden van die samenleving niet vernederen. En dat is wat we precies met die voorbeelden die ik net gaf, nu wel zien. Maar je zou het ook positief kunnen formuleren en dat is misschien nog wel mooier. Een fatsoenlijke samenleving is een samenleving waarin instituties de waardigheid van mensen respecteren en vooropstellen. En dat is een mooie definitie. Ik voel me ook altijd wel geïnspireerd door een ander, een socioloog-filosoof, Isha Berlin, die het over positieve en negatieve vrijheid heeft gehad. Negatieve vrijheid is dat de staat eigenlijk niet in jouw privéleven komt. Dat je vrij bent als individu om te doen wat je wil. Maar positieve vrijheid is eigenlijk de vrijheid om je te kunnen ontwikkelen tot volwaardig persoon. Om ook die menselijke waardigheid te verkrijgen. En juist daar is overheidsingrijpen bij nodig. Om de situatie te creëren dat positieve vrijheid voor iedereen mogelijk is. Maar Margalit dus met de Decent Society. Instituties moeten leden niet vernederen. En sterker positief geformuleerd, instituties zijn er om de waardigheid van mensen te
te respecteren en te garanderen. En dat geldt dus niet alleen voor het ontwerp van instituties op papier, maar ook hoe die instituties uitpakken in de praktijk. Denk nog maar even opnieuw aan het toeslagensysteem of de kostendelersnorm. Want wordt de waardigheid van mensen geschaad, dan is er sprake van vernedering. En ook van een onfatsoenlijke samenleving. En ik denk dat het precies die menselijke waardigheid is die Harny van Leeuwen dreef om zich al maar in te spannen voor kwetsbare mensen in onze samenleving. En in een interview met Trouw in 2012 nam ze daar ook bij geen blad voor de mond. Ook niet als ze haar eigen partij moest kritiseren. Want in dat interview in 2012 stelde ze nog dat ze zou willen dat haar partij meer opkwam voor de zwakkeren. Eerlijk delen dus, met een uitroepteken, zei ze in die Trouw, dat Trouw-interview. Ik heb dat soort gesprekken ook wel met Harny gehad toen ik staatssecretaris was. En ook tegen mij heeft ze dit wel eens geroepen. Ik zei, Harny, jij zit gewoon bij de verkeerde partij. Kom bij die van mij. Dat gaat over eerlijk delen. Maar jullie weten, Harny was zo trouw als een hond. Aan haar idealen, maar ook aan haar partij. Ook als die partij misschien niet deed wat zij altijd wilde. En bovendien, ze kon mijn partij ook wel op onderdelen flink lastigvallen en kritiseren. Want dan zei ze weer tegen mij, ja Jet, maar die partij van jou, die denkt allemaal dat van boven te regelen. En dat gaat ook niet goed. Jij gelooft toch in samenredzaamheid. Je hebt het altijd over de civil society. Over wat mensen voor elkaar en met elkaar kunnen doen. Dat is veel meer zeiden, ja, kom toch bij mijn partij. Nou, zo kibbelde Harny in de tijd dat ik haar heb leren kennen door de jaren heen over partijpolitieke kwesties, maar eigenlijk daarbij altijd over de inhoud. En daar is er heel veel wat minder leuk is aan de politiek. Maar dit soort gesprekken als met Harny heb ik altijd heel plezierig gevonden. Want je kon van mening verschillen, maar toch ook heel veel. Je kon kibbelen, maar wel vanuit een hele sterke positieve grondhouding. Waarin je samen eigenlijk voor hetzelfde stond. Die waardigheid van mensen respecteren en garanderen. Dus in de lezing die haar naam draagt, moet het volgens mij dus daarover gaan. Het bewandelen van onorthodoxe wegen om vernedering tegen te gaan en menselijke waardigheid van alle mensen voorop te stellen. En in deze lijn wil ik u later in deze lezing graag meenemen langs drie hardnekkige vraagstukken waar u en ik de komende jaren mee aan de slag moeten. Waar beweging in moet komen, waar de menselijke waardigheid weer voorop moet komen te staan. Maar om te beginnen kunnen, denk ik, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en de adviesraden Sociaal Domein elkaar de hand schudden. Want in feite is onze opdracht zeer vergelijkbaar. Namelijk het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies. Wij, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving aan parlement en regering, jullie aan lokaal bestuur en lokale politiek. Maar een gedeelde ambitie is dat we ervaringen en inzichten en taal, zeg maar ook de narratieve verhalen, de echte verhalen van mensen, willen inbrengen die in politiek en beleid anders niet of minder goed gehoord worden. En daarmee doen we aan evenwichtskunst. We balanceren en we laveren tussen diverse en regelmatig botsende belangen van burgers in verschillende rollen. Nu is politiek en beleid maken, heeft Kim Putters in zijn oratie goed mooi laten zien, ook altijd evenwichtskunst. Want je moet altijd balanceren tussen verschillende belangen, tussen verschillende idealen en de weerbarstigheid van de uitvoering. Maar het is ook heel belangrijk om die evenwichtskunst te zien vanuit de verschillende rollen die burgers innemen. Niet alleen de instituties, maar ook de burgers. Want wij komen beide die burgers in verschillende rollen tegen. We zien ze als patiënt of cliënt, maar ook als zorgverlener, als bestuurder, als beleidsmaker of als politicus. En in jullie geval gaat het om de burger als gebruiker van zorg en ondersteuning. Maar net zo goed om de burger als mantelzorger, de burger als buurman, betrokken buurman, de burger als vrijwilliger in de wijk of de burger die graag zijn eigen de boontjes dopt en zoveel mogelijk zelfstandig wil zijn. En ik vind het mooi om te zien hoe jullie meebewegen met de veranderingen in zorg en ondersteuning. En dat is ook te zien aan de naamsverandering. Want in de afgelopen jaren van WMO-raden naar adviesraden Sociaal Domein
En nu is langzaam zelfs sprake van een beweging naar een nog bredere rolopvatting. Van adviesraden sociaal domein naar adviesraden maatschappelijke vraagstukken. En dat meebewegen en verbreden is niet alleen mooi, maar het is ook noodzakelijk. Zoals we ook die onorthodoxe wegen in moeten slaan. Ook dat is bittere noodzaak om de kern van de verzorgingsstaat overeind te houden. We weten dat domeinen en disciplines de afgelopen jaren meer verweven zijn geraakt. En dat zie ik in beleid en dat zie ik in de wetenschap en dat zie je overal ook in de praktijk. En dat maakt dat we op alle niveaus uit de silo's moeten komen die we met elkaar gebouwd hebben. Het doorbreken daarvan zou ruimte kunnen bieden aan nieuwe oplossingen voor complexe problemen. Maar het overstijgen van de eigen hokjes en het korte termijn denken is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik heb dat aan mijn leven ondervonden. Tussen VWS en onderwijs zitten heel veel overeenkomsten. Bijvoorbeeld als het over onderwijs gaat voor mensen met een handicap. Als het gaat om kinderen die kwetsbaar zijn en zorg nodig hebben, maar ook passende ondersteuning. We slagen daar gewoon niet goed in om daar zeg maar de leefwereld van de mensen leidend te laten zijn. Ik heb ook ervaren toen ik laaggeletterdheid wilde aanpakken als minister, dat niemand wist dat in mijn eigen departement van OCW 3 directies met laaggeletterden bezig waren. Maar ze wisten het niet van elkaar. Dat was een directie MBO, want die ging over volwasseneneducatie. De directie emancipatie, want die ging over vrouwen met een arbeidsachterstand. Heel vaak laaggeletterdheid. En het was de directie cultuur, want daar vielen de bibliotheken onder die een belangrijke rol vervullen bij het tegengaan van laaggeletterdheid. Ik heb die bij elkaar gebracht en gelukkig zijn daarna ook de ministeries van SZW en VWS mee gaan doen. En hebben we het voor het eerste nationale aanpak Tel mee met taal ontwikkeld, waar nu nog op voortgeborduurd wordt. En het is eigenlijk maar een klein dingetje. Ik bedoel, laaggeletterdheid is een heel groot probleem. Maar als je ziet hoe moeilijk het is om dit al bij elkaar te brengen, dan wil ik dus maar zeggen, dan kost het veel werk om die silo's af te breken. En dat is ook omdat het over cultuur gaat, omdat het over taal gaat, omdat het over veiligheid gaat. Je moet durven. Je moet je kwetsbaar durven opstellen om dat te doen. En die onorthodoxe wegen durven te bewandelen. En daarmee maak je jezelf ook kwetsbaar. Ook om afgerekend te worden als je het niet lukt om te doen wat je eigenlijk wilde. En daarom denk ik dat het streven naar integraliteit en gezamenlijkheid ook vaak wel eens verlammend werkt. Want waar moeten we beginnen? En wie neemt het initiatief? En wat betekent het als professionals echt elkaar taal moeten gaan verstaan? Dan moet je naar elkaar luisteren. Dan moet je in elkaars wereld willen verdiepen. En dus ook in de schoenen van iemand anders willen staan. En van daaruit met elkaar nagaan denken. Wat zijn gedeelde waarden? En waar liggen nog verbindingen? En dat betekent ook dat je wel focus moet houden. Want alles met elkaar verbinden betekent ook dat je doelloos wordt. Dat je geen vastigheid meer hebt op waar je met elkaar op wil koersen. Nou, wat mij betreft is dat dus die vastigheid ligt onder andere in de waarde van menselijke waardigheid. En wat dan nodig is dat we naar elkaar luisteren en dat we elkaar ontmoeten. En dat was iets, als ik terugdenk aan de gesprekken die ik met Harnie heb gehad, waar Harnie en ik elkaar heel erg vonden. Verbetering, verandering krijgen we alleen waar ontmoeting plaatsvindt. Waar mensen elkaar echt zien. Waar ze naar elkaar luisteren. Wie ben je? Wat heb je nodig? En natuurlijk, er wordt nog wel geluisterd. Hoewel soms ook heel slecht geluisterd. Ik zag toevallig gisteren een onderzoek. Het komt uit Amerika. Waar artsen zeggen te luisteren. Maar het onderzoek blijkt dat ze maar liefst na 8 seconden... een patiënt gemiddeld onderbreken. Moet je nagaan. Daar zou het moeten beginnen met luisteren. Wat wilt u eigenlijk? Wat vindt u belangrijk in het leven? In plaats van, ik zal u even uitleggen wat de diagnose is en wat we gaan doen. Luisteren dus. En dat niet doen alleen vanuit de vertrouwde kokers en de specialisaties en de expertises. En vanuit de bubbel van gelijkgestemden, als je het meer cultureel bekijkt. Want we bewegen ons steeds meer in deze samenleving in bubbels waar we elkaar kennen, waar we op elkaar lijken. En ontmoeten daardoor eigenlijk steeds minder anderen. Dus wat nodig is een brede blik, domeinoverstijgend werken, uit je silo komen. En dat klinkt allemaal goed en logisch.
maar de praktijk is zeer weerbarstig. We constateren nu bijvoorbeeld al enige jaren dat schulden leiden tot stress en dus tot veel gezondheidsproblemen. Maar toch gebeurt het nog maar al te vaak dat mensen met schulden voor depressieklachten behandeld worden en een pilletje krijgen zonder dat er iets aan hun schulden wordt gedaan. Of, ander voorbeeld, we weten ook al lang dat een leuke baan, een fijn huis en een stevig sociaal netwerk belangrijke ingrediënten zijn om je gezond te blijven voelen. En toch lukt het maar niet om in ons preventiebeleid los te komen van een individuele benadering van leefstijl en gedrag. Een van die verklaringen: het is moeilijk investeren in beleid waarvan de opbrengsten elders terechtkomen. En dat is een van die weerbarstigheden in beleid. Maar ook omdat professionals dan los moeten komen van hun eigen expertise. De arts moet niet alleen meer een pil voorschrijven, maar die moet nadenken over een terrein waar hij of zij misschien veel minder vertrouwd mee is. En toch is dat, naar mijn idee, wat nodig is. Goed luisteren, domeinoverstijgend werken en vanuit een brede blik investeren. Die worden vanzelfsprekend als we het perspectief van die menselijke waardigheid weer voorop zetten. Dat perspectief is namelijk alleen mogelijk als ontmoetingen serieus genomen worden, als gesprekken centraal komen te staan, als er weer echt geluisterd wordt en daar vervolgens ook echt iets mee gedaan wordt. En gelukkig is dat niet alleen maar een onorthodoxe weg, maar we raken langzaam maar zeker ook bekend met echte voorbeelden van hoe het anders kan. En dat zijn voor mij altijd belangrijke voorbeelden om me door te laten inspireren. Denk aan de manier waarop zorgverzekeraar CZ en de gemeente Den Haag de handen ineen hebben geslagen op het terrein van schulden. En als hoogleraar werk ik met een aantal wijken in Den Haag om gezondheidsverbetering te stimuleren. En wat mooi is, is dat ook de gemeente Den Haag die manier van werken die bij het schuldenlab is ontwikkeld, nu ook voor andere professionals centraal wil stellen. En ze wil leren om vanuit dat perspectief te denken. Eigenlijk is dat wat ik met Bert in de tijd heb ontwikkeld bij Welzijn Nieuwe Stijl: de vraag achter de vraag stellen. En ik geloof daar nog steeds heilig in. Want iemand komt met stressklachten bij de huisarts en eerste reactie is dan een pil of een behandeling tegen depressie. Maar de vraag daarachter is de vraag: nou, help mij om de schulden op te lossen. Maar er zijn ook andere mooie voorbeelden. De manier waarop via de City Deal eenvoudig maatwerk een uitzichtloze casus toch in beweging wordt gebracht. Of hoe de gemeente Alphen aan de Rijn, net als enkele andere gemeentes, eerst breed toegang tot zorg en ondersteuning geeft en pas daarna kijkt wie precies voor wat moet betalen. Zo zou het eigenlijk moeten horen als instituties niet vernederen, maar die menselijke waardigheid willen beschermen. Zoals we het ook doen bij het OV. Ik heb een kaart, een privékaart, maar ik heb ook een werkkaart voor het OV. Dus doe daar allemaal hetzelfde mee. En in de back-office wordt dat verrekend. Dat zou eigenlijk moeten, zodat burgers er geen last van hebben, van die toegang tot zorg en ondersteuning. En wij dat de instituties onderling regelen. Nou, er is nog veel werk te doen, maar er zijn mooie inspirerende voorbeelden. Er is dus volop beweging, en ook in een goede richting, wil ik maar zeggen. En daar willen we ook met de nieuwe werkagenda van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving een bijdrage aan leveren. We zijn nu bezig met de nieuwe werkagenda's. Voor mij een mooi moment ook om te beginnen als voorzitter. Mijn voorganger Pauline Meurs heeft de eerste 4 jaar van die nieuwe raad, de gefuseerde raad van de RVZ en de RMO gedaan. En ik mag nu de impuls geven aan die volgende periode en dus ook aan het nieuwe werkprogramma. En daar willen we werken vanuit een aantal thema's. En hoewel de agenda nog geen wording is, hij verschijnt als het goed is in januari, ligt ik er, zoals gezegd, vandaag een paar thema's uit. En die thema's zijn volgens mij onderliggend aan veel andere vraagstukken. En het zijn bovendien thema's waarvan ik denk dat de adviesraden sociaal domein in de praktijk hard nodig zijn om die menselijke waardigheid weer voorop te stellen. Op die manieren, op manieren die nu misschien nog onorthodox lijken, maar naar ik hoop steeds vanzelfsprekender worden. De eerste waarbij ik stil wil staan is het thema verschillen in de samenleving en complexe ongelijkheid. Want er is meer verschil tussen hoog en laag opgeleide als het gaat om gezondheid. Hoger opgeleide leven niet alleen 6 jaar langer dan lager opgeleide, ze leven ook maar liefst 15 jaar langer in goede gezondheid. En dat is een verontrustend verschil.
Er ontstaan dus ook verschillen in kansen daardoor. Zo kunnen veel mensen met complexe problemen, bijvoorbeeld naast zorgvragen, problemen met eenzaamheid, relatieproblemen, wonen of schulden, de toegang tot zorg niet vinden. En de participatiesamenleving is voor hen geen belofte, maar eerder een doolhof. De OESO heeft in een recent rapport laten zien hoe ongelijkheid in levenskansen ook eigenlijk gedurende de hele levensloop wordt opgebouwd en zich verder ontwikkelt en steeds een stapje erbij zet. Buurt, school, werk, vrienden, inkomen en leefomgeving spelen daarbij allemaal een rol. En er zijn helaas geen quick fixes die dit kunnen voorkomen. Was het maar zo en was er maar één knop om aan te draaien, dan was het allemaal simpeler. Sterker nog, de OESO verwacht dat de huidige jongere generatie, als ze ouder zijn, te maken krijgen met nog grotere ongelijkheden. We zijn dus gewaarschuwd. En dat betekent dat we nog harder moeten werken aan het vinden van die onorthodoxe wegen om tegen te gaan waar we kunnen om die ongelijkheid te bestrijden. En ik denk dat een benadering vanuit de levensloop daarbij kan helpen. Want zo'n levensloopbenadering, waarin vooral geïnvesteerd wordt in de vroege levensjaren, men zegt vaak de eerste 1000 dagen, dat kan tegengaan dat ongelijkheid cumuleert. En daarnaast is het nodig om manieren te vinden om meer gedifferentieerd in te spelen op wat verschillende groepen burgers nodig hebben. Niet gericht op gemiddelde of bureaucratische wetmatigheden, maar gericht op maatwerk, met name om een hulpvraag van een kwetsbare burger om te zetten in de juiste vraag naar zorg of ondersteuning. Gericht op gepersonaliseerde of persoonsgerichte zorg of ondersteuning, waarin we verschil durven maken. Oftewel, waarin ieders waardigheid voorop komt te staan, met verschillen in wat iemand daarvoor ondersteuning voor nodig heeft. En ik denk daarom dat een aantal elementen uit de oude verzorgingsstaat vandaag de dag niet meer werken, omdat die allemaal uitgingen van het bestrijden van willekeur, wat op zich heel goed is, maar daardoor nooit meer konden doen dan iedereen hetzelfde geven. En om die ongelijkheid te bestrijden, moeten we dus meer verschil durven maken. En dat bieden, het verschil durven maken en het bieden van persoonsgerichte zorg en ondersteuning als gemeente begint bij het kennen van je inwoners. En daarin kunnen jullie als adviesraden een hele belangrijke rol spelen. Jullie brengen verhalen en gezichten het gemeentehuis binnen. Eigenlijk dat narratieve verhaal wat zo broodnodig is, bovenop die gemiddelde kwantitatieve data. Het is een manier om die verantwoordelijkheid die gemeenten hebben, om die kleur te geven. Om die verantwoordelijkheid ook hanteerbaar te maken. Want hij voelt denk ik voor gemeenten best zwaar met alle decentralisaties. En hoe geef je daar handen en voeten aan? Hoe geef je er een gezicht aan? Hoe geef je het sociaal domein letterlijk smoel, zou je bijna kunnen zeggen. En een belangrijke opgave voor jullie daarbij is om recht te doen aan de diversiteit achter het ideaal van de participatiesamenleving. Want er zijn eindeloos veel vormen van meedoen. Eigen verantwoordelijkheid nemen, actief zijn, je eigen zaken regelen, naar de ander omkijken, voor de ander zorgen, een burgercoöperatie of initiatief oprichten, als vrijwilliger werken, mantelzorger, tal van voorbeelden. En jullie zien al die vormen en aan jullie dus de opdracht die diversiteit in woord en beeld in te brengen in de taal van het lokaal bestuur en de lokale politiek. Als we met elkaar inzetten op persoonsgerichte zorg, zullen we ook de consequentie moeten trekken dat de oplossingsrichtingen vaak buiten de zorg vallen. Want vaak is de zorg gewoon de eerste plek waar mensen komen, omdat de huisarts altijd nog de toegangspoort is tot heel veel andere ondersteuning en zorg. En ik zei het al, als je schulden hebt en daar enorme stress van krijgt, dan kan je daar ziek van worden, maar ligt de oplossing niet in een medisch model, maar in een adequate aanpak van schulden. En dat geldt ook voor een thema als preventie. Naast bekende thema's als roken, drinken, overgewicht in het preventieakkoord, gaat preventie wat mij betreft ook over een gezonde leefomgeving en een leefbare, inclusieve buurt. Over zinvol werk waarin vakmanschap wordt gewaardeerd en stress tegen wordt gegaan. Zo kan gerichte opvoedondersteuning jeugdproblemen voorkomen. En kunnen passende woonvormen ouderen helpen langer thuis te blijven wonen. Deze domeinoverstijgende houding komt mooi terug in de definitie van sociaal domein die door jullie koepelorganisatie gehanteerd wordt. Namelijk, het sociaal domein, en ik citeer, gaat over wat iedere inwoner nodig heeft om te kunnen ontmoeten, wonen, samenleven, werken
en zo te kunnen meedoen in de breedste zin van het woord. In wezen gaat het hier ook over het vooropstellen van menselijke waardigheid. Menselijke waardigheid van iedere inwoner. Maar wie moet nu regie nemen om dit allemaal voor elkaar te krijgen? En hoe doen we dat? Dat brengt mij op het tweede thema waar we ook met die werkagenda van de Raad mee bezig zijn. Wat ik graag met u wil delen. Het thema wat wij samenvatten onder de noemer schurende stelsels. En daarbij vooral de rol van de overheid. Want misschien is de verzorgingsstaat wel de belangrijkste uitvinding van de 20e eeuw geweest. Zoals de stoommachine dat was voor de 19e eeuw. Het besef dat pech geen lotsbestemming is, maar iedereen kan treffen. En dat het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is mensen op te vangen. Als we vanuit het niets opnieuw zouden moeten beginnen, zouden we denk ik weer bij die principes van de verzorgingsstaat terechtkomen. Mijn promotor Kees Schuit heeft daar hele mooie boeken over geschreven. Weer helemaal terug naar de kern van de verzorgingsstaat te gaan. Maar hij zei toen al, en ik volg hem daarin, de invulling en de rijkwijde is aan verandering onderhevig. Want in de 19e eeuw hadden we de nachtwakerstaat. We kregen na de oorlog de verzorgingsstaat, die ons van de wieg tot het graf begeleidde. En de afgelopen decennia zijn daar ook de keerzijden van belicht. Grote afhankelijkheid van burgers, van instituties, waarin ze min of meer gevangen raakten, waarin ze vernederd werden. Hoge kosten die op de lange duur onbetaalbaar zijn, kijk naar de kosten in de zorg, en het verminderen van de bereidheid iets voor anderen te doen in de verwachting dat de overheid het wel zou doen. En dat reactie werd van burgers verwacht meer naar elkaar om te kijken. In de jaren 80 heette dat de zorgzame samenleving en tegenwoordig heet dat de participatiesamenleving. Maar bovendien is zorg en ondersteuning ook in de praktijk klem komen te zitten in de hoeveelheid regels en richtlijnen. Protocollen die bieden weliswaar houvast voor professionals, maar al te vaak belemmeren ze het goede gesprek of de handelingsruimte die juist nodig is om dat verschil te maken. En dat maakt het lastig om passende hulp te bieden. Sterker nog, wanneer verschillende regels niet goed op elkaar aansluiten of botsen, dan gaat het schuren en komt de juiste zorg of ondersteuning soms zelfs helemaal niet van de grond. Hier raakt de menselijke waardigheid in het geding. Of, hard gezegd, hier worden onze instituties, hoe goed ook bedoeld, vernederend. We slagen er namelijk niet in onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om mensen op te vangen, om die ook daadwerkelijk na te komen. En soms is het inderdaad best goed als de overheid een stapje terug doet. Bijvoorbeeld wanneer burgers zelf initiatief nemen, dan moet de overheid juist ruimte maken. Wanneer burgers coöperaties opzetten, wanneer ze zeggenschap willen en krijgen en nemen over voorzieningen, of professionals het voortouw laten nemen. Maar soms moet ze juist ook meer doen. Bijvoorbeeld wanneer burgers meerdere complexe problemen hebben. Het gaat erom het leven van iemand weer op de rails te krijgen. Hem of haar zijn waardigheid terug te geven. En we zijn daar met elkaar niet goed genoeg in ieder geval. De overheid is de afgelopen tijd goed geweest in het vertellen wat burgers niet meer krijgen. En ook tot op zekere hoogte was dat misschien ook nodig. Maar ze was veel minder goed in het formuleren van wat men nog wel krijgt. Er is dus een nieuw verhaal nodig. Anton Hemerijk heeft dat geduid als de sociale investeringsstaat. En ik doe daar zelf ook onderzoek naar. Daarin investeert de overheid weer om mensen weerbaar te maken. Om ze die waardigheid te geven. En niet pas wanneer er een probleem is om dat te gaan repareren. Dus veel eerder vooraf in zo'n levensloopbenadering. Een andere, Kim Putters bijvoorbeeld, formuleert het als een zoektocht naar een nieuw sociaal contract. Daarin gaat het om het herijken van de wederzijdse verwachtingen van overheden, burgers en organisaties, door sociale risico's breed te definiëren en nieuwe vormen van solidariteit te verkennen. Beide nieuwe verhalen vragen om een aanpak waarin beleid minder vanzelfsprekend vanuit die vanzelfsprekende departementale silo's wordt gemaakt en meer vanuit de samenleving. Meer vanuit de inhoud. Werken volgens de bedoeling noemen we dat. En het is eigenlijk wel heel raar dat we dat tegenwoordig als project moeten organiseren. Om weer te werken volgens de manier waarop we het eigenlijk wilden doen. Dat daar allemaal beleid en interventies voor ontwikkeld moeten worden. Maar ze zijn helaas wel nodig en vaak ook heel nuttig.
minder vanuit taakafbakening en formele verantwoordelijkheden. En vragen aan professionals die bereid zijn om op de grens en over de grens van hun eigen vakgebied te werken. Dat is nodig. En ik zou eraan toe willen voegen om zo de waardigheid van alle mensen in deze samenleving weer voorop te stellen. En ik denk dat jullie als adviesraden op twee manieren een rol kunnen vervullen in dit nieuwe verhaal. Er is allereerst een beweging gaande van rechten naar voorzieningen. En toch zie ik dat gemeenten nog maar relatief weinig gebruik maken van de mogelijkheid om meer algemene, gemeenschappelijke, collectieve voorzieningen in te richten. Terwijl juist die voorzieningen ruimte bieden om het vangnet voor kwetsbare burgers, waar dat eerder in dat rechtenperspectief misschien noodzakelijkerwijs wel is afgebouwd, om dat op een eigen tijdse manier weer te versterken. En dan denk ik aan ontmoetingsplekken waar problemen in beeld komen en ondersteuning laagdrempelig kan beginnen. Daar kan een taak voor jullie liggen. Tussen die private, die privéplek waar mensen zich terug kunnen trekken, waar die negatieve vrijheid beschermd wordt, en de individuele voorzieningen die een gemeente kan geven. Daar is een publieke ruimte nodig. Shared spaces, waar we elkaar ontmoeten, waar we elkaar weer vinden. En met elkaar ook na kunnen denken wat de noden zijn in je wijk of in je stad. Ten tweede kunnen jullie gemeenten een kritische spiegel voorhouden wanneer beleidsplannen te gemakkelijk veronderstellen dat inwoners de weg wel weten, zichzelf kunnen redden, etc. Net zo goed als dat jullie scherp kunnen zijn op betutteling en paternalisme. De professional die wel weet wat goed voor u is, wat het antwoord op uw vraag moet zijn, terwijl misschien die vraag achter de vraag nog niet gesteld wordt. Een belangrijke taak, omdat daarvoor geen blauwdruk te geven is. Wat werkt is immers afhankelijk van lokale context en leefomgeving. We kunnen niet volstaan met het herijken van de relatie tussen overheid en burger. Een nieuw verhaal voor onze verzorgingsstaat of verzorgingsstad, als je wilt, betreft ook de onderlinge relaties tussen burgers. En dat brengt me op het derde thema. Thema uit onze werkagenda. Namelijk dat van een gezonde en sociale leefomgeving. Want het is steeds makkelijker om je op te sluiten in je eigen afgebakende leefwereld. We leven allemaal in zogenaamde filterbubbels. Op scholen ontmoeten VMBO'ers en gymnasiasten elkaar steeds minder. Mensen huwen steeds vaker met iemand van hetzelfde opleidingsniveau, waardoor verschillen in opleidingsniveaus minder makkelijk overbrugd worden. Steden en wijken worden uniformer, een gevolg van gentrification en stijging van huizenprijzen in de stad. De sportclub is daarmee niet meer een vanzelfsprekend trefpunt waar alle sociale lagen bij elkaar komen, zoals vroeger tot op zekere hoogte, maar reflecteert die gescheiden werelden. Anders gezegd, de verticale verzuiling is sinds de jaren 60 verdwenen, maar het lijkt soms of we wel een horizontale verzuiling ervoor terug hebben gekregen. En die scheiding van leefwerelden gaat samen met groeiende onverschilligheid en ongelijkheid. Nogmaals, het risico daarvan is dat begrip en luisteren naar elkaar steeds moeilijker worden. Dat het steeds makkelijker wordt om vanuit je eigen nauwe blik te roepen hoe het verder moet. En dat zie ik op macroniveau gebeuren, maar ook op kleinere schaal in wijken en buurten. Daar is duidelijk voelbaar dat solidariteit onder spanning komt te staan wanneer statushouders, voormalige gedetineerden of voormalig psychiatrisch patiënten als nieuwe buren toetreden tot de wijk. Mensen zijn bang en kiezen voor zichzelf en protesteren. Dat kunnen we goed of fout vinden, maar het laat vooral zien dat ook in de directe leefomgeving de vraag speelt: wat verbindt ons? Gescheiden werelden en onverschilligheid ten opzichte van elkaar leidt tot een structureel gebrek aan duurzaamheid. En dan denk ik niet in de eerste plaats, hoewel ook aan klimaat en kostbare grondstoffen, maar vooral aan immateriële grondstoffen, empathie en inlevingsvermogen. Duurzaamheid gaat ten diepste over het besef dat de wereld kwetsbaar is. De aarde zelf, maar ook wij zelf en onze onderlinge relaties. Als deze ontwikkeling zich doorzet, dan leidt dat er vanzelf toe dat we de samenleving gaan zien als een systeem waarin maar twee soorten mensen bestaan: winnaars en verliezers. En als je dan een verliezer bent, dan denkt men ook nog dat je dat aan jezelf te danken hebt, in plaats van aan de omstandigheden. En de samenleving wordt dan net een waterbed. Politiek vervalt in een spelletje digitaal rekenen, eentjes en nulletjes. Wat verdwijnt is het diepe besef dat de samenleving veel meer is dan ons eigen belang op dit moment.
En nu is het altijd makkelijk om aan te geven wat een ander moet doen. En wat de overheid moet doen. Ja, en ik vind dat we de overheid daar ook op moeten aanspreken. Maar we mogen en we moeten ook onszelf een spiegel voorhouden. Want ik weet als geen ander dat je met de beste bedoelingen overheidsbeleid kan vormgeven. En dat het toch niet doet wat je hoopte. Wat je toch niet, dat het de uitkomst toch niet is wat je verwachtte. Ook omdat de oplossing niet alleen daar vandaan kan komen. We moeten dus ook kritisch naar elkaar kijken. De trends van gescheiden werelden en onverschilligheid raakt ons allemaal. En als je je erdoor laat raken, ervaar je meteen hoe ontzettend kwetsbaar samenleving eigenlijk is. En hoe snel de waardigheid van mensen is aangetast. En als die kwetsbaarheid tot je doordringt, ja, dan is je eerste reflex misschien om te denken, we moeten iets doen. Onze samenleving moet weer weerbaar worden. Dat klopt. Dat moet ook. Maar volgens mij kan dat alleen door eerst die kwetsbaarheid te omarmen. En te leven vanuit het diepe besef dat alles van waarde weerloos is. En als we naar een nieuwe verhouding tussen overheid en burgers en tussen burgers onderling willen, laten we dan elkaar daarop ook eerlijk bevragen. Wat dragen wij bij aan wat er echt toe doet? Zijn het onze winstmarges, onze populariteit onder kiezers, het aantal operaties of behandelingen dat we uitvoeren? Of is dat het plezier waarmee kinderen leren spelen en leren? De kwaliteit van onze relaties, de schoonheid van de poëzie en de zekerheid dat we er niet alleen voor staan als we pech hebben. Anders gezegd, durven we onszelf kwetsbaar op te stellen, nieuwsgierig te zijn naar de ander en op te komen voor datgene wat weerloos is. Ik hoop dat dat besef niet alleen bij u en mij, maar breed in de samenleving doordringt. En dat we inspiratie zoeken bij mensen buiten onze eigen wereld of sector. Dus ik geef u alleen alle de vraag mee, door wie wilt u zich laten inspireren? Ja, natuurlijk, door Harnie van Leeuwen. Maar misschien ook zijn er mensen buiten uw eigen sector. Misschien mensen uit uw adviesraad. Misschien iemand die u tegenkwam op straat. Iemand uit een andere wereld. Ik sluit af. Menselijke waardigheid als kern van de verzorgingsstaat mogen wat mij betreft nooit uit het oog verliezen. We willen niet laten gebeuren dat kansen op een waardig leven te ver uit elkaar gaan lopen. Dat regels verworden tot keurslijven die vernederen en dat de leefomgeving gekenmerkt wordt door onverschilligheid jegens elkaar. Dat betekent dat we in beweging moeten komen tegen vernedering door instituties. Dat we op moeten staan, dat we dat bespreekbaar moeten maken, dat we kritisch moeten zijn. Dat we ontmoetingen, verhalen en ervaringen delen als serieuze tegenkracht wanneer het systeem de bedoeling uit het oog verliest. En daarvoor hebben we elkaar nodig. Daarvoor hebben we jullie nodig. En ik zou zeggen om af te sluiten met Harnie. Harnie van Leeuwen zou dan zeggen, kordaat en eigenwijs als ze was. Jongens, kom op. En ik herhaal dat heel graag. Jongens, kom op. Laten we met elkaar gaan werken en strijden voor de menselijke waardigheid. Het kan, met Harnie van Leeuwen in ons achterhoofd. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Bussemaker. Zo, dan gaan we even bijkomen. Ik wil Henk ten Hulscher uitnodigen om naar voren te komen. Ik heb ook een microfoon voor je, Henk. Kijk even of hij het ook echt doet. Hij doet het. Mooi. En dan gaan we luisteren naar jouw reactie en daarna gaan we met elkaar in gesprek. Henk ten Hulscher, dames en heren. Ja, ik ben er met u nog even stil van, ondanks het feit dat ik de tekst al een paar dagen eerder mocht ontvangen. Ik neem u even mee in de wereld van de lokale bestuurder. En ik probeer de lezing die we net met elkaar hebben beluisterd en gehoord hebben, probeer ik eens even te vertalen naar dat werk van die wethouder sociaal domein in een willekeurige gemeente. En die voor mij is dan toevallig Meppel. Want als je kijkt naar mijn wereld, dan zie ik twee dingen. Ten eerste een gemeenteraad die behoorlijk met zichzelf worstelt. 8 politieke partijen in de gemeente Meppel, 23 mensen. Maar slechts 400 leden van die politieke vereniging. En die werken met elkaar voor 34.000 inwoners.
Kortom, de politiek is op zoek naar zichzelf, hoe ze zich moeten verhouden tot een samenleving waarin de positie van die politieke partij en die politieke vereniging ook op lokaal niveau niet meer vanzelfsprekend is. En vooral bij zorg- en ondersteuningsvraagstukken vraagt dat nogal wat van een gemeenteraad en van de politieke partijen. Maar ook wij als gemeente, het is hard werken. En ik zal je ook vertellen wat in ieder geval mijn idee daarover is. We zijn in ons genetisch materiaal altijd opgevoed en opgeleid om als de ene meneer binnenkwam voor een dakkapel, dat die andere meneer dat ook moest krijgen. En zorg en ondersteuning, maatwerk is voor ons heel ingewikkeld. Want we zijn aan de ene kant een verantwoordingsmachine. We moeten elk moment van de dag precies komen uitleggen wat we gedaan hebben. En we moeten iedereen gelijk behandelen. En dames en heren, dat past niet als het gaat om zorg. We kunnen het nog wel doen met een simpele traplift, met een scootmobiel. Maar op het moment dat hele complexe zorgvraagstukken er komen, dan laten we los en dan moeten we leren en dan worden we afhankelijk van een groep mensen in onze eigen lokale samenleving die niet politiek gedreven zijn. Die zich niet laten leiden door politiek gewin. Maar die gewoon vanuit de inhoud, vanuit de kracht van een betrokkenheid, vanuit een professionaliteit bereid zijn om mee te denken en mee te doen. En u raadt het al, daar is de adviesraad. Daar is de adviesraad echt voor nodig. Want dames en heren, de politiek en de gemeentelijke bureaucratie, wij zijn veel trager, veel langzamer dan zeg maar burgerbetrokkenheid en energiecoöperaties zijn. Ons wiel draait langzamer dan het wiel van de burgerparticipatie. We zijn dus, en dat is echt een zoektocht op dit moment, en ik praat heel erg even vanuit mijn eigen praktijk, we zijn op zoek naar een nieuwe norm. En we zoeken ook weer verbinding. Want wat mij wel opvalt is dat we zo vaak tegenover elkaar staan. De gemeente en de gemeenschap. Als ik niet bij de gemeente kan krijgen wat ik wil, dan ga ik via de politiek proberen ook toch me gelijk te halen. Het zijn twee verschillende entiteiten geworden, terwijl naar mijn overtuiging die gemeente in die gemeenschap staat en ten dienste van die gemeenschap moet werken. Dus we staan niet tegenover elkaar. Mijn verhaal is vaak dat het belastinggeld wat naar Den Haag gaat vanzelf weer op onze bankrekening in de gemeente terugkomt. Maar dat wij het dan gaan verdelen om het goede te doen voor de samenleving. Alleen, ik probeer elke keer, en dat is echt een zoektocht, om die brug over te gaan. Want je staat niet tegenover elkaar, maar je werkt met elkaar. En ik moet zeggen, als ik kijk naar een adviesraad zoals in Meppel, zijn we daar ook met vallen en opstaan goed mee bezig. Daar werken toch ruim 20 adviesraadleden samen met onze ambtenaren in overleg ook met het lokaal bestuur aan de volwassenwording van het sociaal domein in onze gemeenschap. Dat is het eerste wat ik met u wil delen en ook als reactie op de lezing van mevrouw Bussemaker. Namelijk dat we het anders moeten doen. Ik herken dat. En dat zit hem in twee zaken. Dat je als politiek je legitimiteit opnieuw moet zoeken, want je bent hem aan het kwijtraken. En dat je als gemeentelijke organisatie moet leren dat als twee mensen binnenkomen, dat je gerust een verschillende oplossing mag voorstellen aan de ene meneer en de andere meneer. Alleen, dan moet je wel, en ik heb even naar aanleiding van uw inleiding opgeschreven, moet je minder op angst sturen en meer op vertrouwen. De drie grote thema's heeft u ook gehoord. Ik kom ze ook tegen in mijn dagelijkse werk als lokaal bestuur. De verschillen in de samenleving. Nou is Meppel een overzienbare gemeente. 34.000 mensen. En als ik met collega's uit de grote steden door onze probleemwijk wandel, dan zeggen ze van, hoezo probleemwijk? Maar je ziet het ook. We hebben een mooi project in een wijk bij ons in de Haveltermade. De geweldige wijk. En daar gaat het echt over gezondheidsverschillen. En als ik met een ziektekostenverzekeraar
een gesprek heb over van, hey, waar zitten de kosten van de ziektekostenverzekeraar in mijn stad, dan schrik ik. Want dan kun je de wijken en de buurten bijna de straatnummers aanwijzen waar de kosten worden gemaakt. En dat past niet bij ons beeld, want we zijn een heel fris en kerkhandelstadje. Maar dit is ook wat aan de hand is. Dus die gezondheidsverschillen, ik herken het. En of wij in staat zijn om dat maatwerk te realiseren, ik heb u al aangegeven, wat is dat voor ons ingewikkeld? Het tweede thema, dat zijn de schurende stelsels. Nou, daar kan ik nog wel even wat over vertellen aan u, maar ik ga me beperken. Ik geef u twee zaken mee. Ten eerste het gesprek met de reïntegratieconsulent laatst. Hij gaf mij een casus mee. Hij zegt, Henk, deze meneer, ja, die moeten we korten op zijn uitkering. In participatiewet is daar duidelijk in. Hij kon zijn verplichtingen niet aan. We moeten een maatregel treffen. Hij zegt, maar aan de andere kant zijn er ook twee kinderen in het gezin. En die zitten al in de jeugdzorg bij ons. Wat moet ik nou doen? Nou, de wethouder zegt, voer de wet uit. Nou, we hebben een participatiewet uit te voeren en we hebben een jeugdwet uit te voeren. En die spreken elkaar tegen. Ik realiseer me in de periode dat ik nu wethouder sociaal domein ben, hoe belangrijk het is dat die regelgeving goed is. Want als die regelgeving goed is, kan ik die taak goed volbrengen. Maar bij het verhaal van die reïntegratieconsulent voel je opeens de spanning. Een tweede voorbeeld. We hebben rondom schuldhulpverlening hebben we behoorlijk wat opgetuigd. In de oude situatie waren we in staat om mensen eerst een schuld te laten krijgen van 20.000 en 30.000 euro. En dan hadden we onze gemeenschappelijke kredietbank. En daar konden we het oppakken. Anno 2019 hebben we, in ieder geval in onze stad, een leenfonds. We hebben daar 50.000 euro in gestort. We hebben dat belegd, niet in huis, maar buiten huis. Want wij zijn heel goed in staat om heel veel regels en vinklijstjes en procedures te bedenken. Leg dat alsjeblieft buiten de deur neer. En zorg ervoor dat de vrijwilligers die daar verantwoordelijk voor zijn, heel snel kortlopende kleine schulden kunnen oppakken. En ten tweede hebben we een schuldcoach. Die man werkt ook liever buiten dan binnen, maar die pakt ook alle vroegtijdige schulden op. Anno 2019, we zijn daar 2 jaar geleden mee begonnen. We hebben nu een probleem met onze gemeenschappelijke regeling. We hebben daar te weinig werk. Dus kortom, we vangen voldoende mensen aan de voorkant af. En we hebben nu een ander probleem op te lossen. Hoe gaan we naar de toekomst om met onze kredietbank? Kortom, schurende stelsel voor een lokaal bestuurder herkenbaar. En misschien als u als adviesraad met de ambtenaren of met de bestuurder in gesprek bent, dit maken we mee. Een gezonde en sociale leefomgeving. En daar wil ik ook nog even het woord waardigheid aan koppelen. Wat ik als een uitdaging of als een probleem of als een vraagstuk ga zien, is van hoe gaat het met die wijken en buurten? Want het klopt, mensen blijven langer thuis wonen. We zullen weer mensen met een GGZ-achtergrond in onze wijken en buurten krijgen. En vaak denken we voldoende na over hoe we dat gaan doen als het gaat om die cliënten. Maar we hebben nog onvoldoende gevoel voor wat het betekent voor de buurt- en wijkbewoners. Dus deze wethouder en dit college, en dat zullen al die wethouders en collegeleden, zullen ook moeten gaan nadenken, ook samen met u als adviesraad, hoe gaan we dat regelen? Want als je meer mensen in de straat krijgt die wat extra zorg en ondersteuning nodig hebben, dan kan het ook wel eens misgaan. En wat doet dat met een wijk of een buurt? En daar, vind ik, hebben we ook die adviesraad bij nodig. Beste voorzitter, ik ga afsluiten. Volgens mij ben ik mooi binnen de door u gestelde tijd gebleven. Ik werd net getriggerd door de opmerking van, door wie laat je je inspireren? Dat was een van de laatste zinnen van de inleidster, zo net. Ik was ongelooflijk onder de indruk toen in mijn kennismaking met de adviesraad Sociaal Domein als wethouder.
En ik mocht kennis maken met de adviesraad. Dat er een jongere vrouw bij zat. Die zegt, joh, ik ben wat jonger. Ik kom niet meer aan het werk. Maar ik wil toch meedoen. Nou, als dat geen waardigheid is, dan weet ik het ook niet meer. Dank u wel. Dankjewel, Henk. In 9 minuten. 9 minuten, oké, helemaal goed. Schitterend binnen de tijd. En een goed verhaal volgens mij. Waarin je inging op de 3 thema's van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Zoals die door Jet Bussemaker zijn geschetst. En waarin je vertelde hoe dat zich vertaalt voor jou als wethouder in de gemeente Meppel. Ik wil even inhaken op een vraag die ik zelf leuk vond. Hè? Door wie laat u zich inspireren? Dat is de vraag die u stelde, mevrouw Bussemaker. Henk ten Hulsje vertelde al door wie hij zich liet inspireren. Ik ben even nieuwsgierig wie diezelfde vraag ook eens wil beantwoorden. En in eerste instantie doe ik dat met vinger opsteken. En in tweede instantie kom ik gewoon nu de microfoon onder uw neus houden. Door wie laat u zich, u bent heel gretig, dat is fijn. Ga even staan, zeg wie u bent en door wie u zich wilt laten inspireren. Mijn naam is Antoinette Meijs, ik werk bij Zorgbelang Inclusief. En ik ben bezig om in Putten een inclusiepanel, dat begeleid ik zeg maar. Dit panel maakt de inclusieagenda. En ik moest inderdaad meteen denken bij die vraag aan een van de leden van het inclusiepanel. Dat is een dame van 53 die al 10 jaar geleden is afgekeurd. Beetje vergelijkbaar met het Wajong verhaal. En ze zegt, ik zag de oproep voor een inclusiepanel en ik dacht, daar wil ik bij zijn. Want die energie kan ik nog wel leveren en hiermee kan ik een bijdrage leveren. En dat wil ik doen. En dat is ongelooflijk waardevol dus, en inspirerend. Mooi. Mooi voorbeeld. Nog meer. Mooie vraag, hè? Zien we allemaal heel diep nadenken. Is dat een vinger of... Ja, misschien nou, laten we het zeker doen dan. Ga even staan. Ik laat me eigenlijk dagelijks toch wel inspireren door een echtpaar uit liberale kringen. Meneer Van Mierlo en mevrouw Borst. Die in gezamenlijkheid mij steeds weer doen me denken. Wat kan er beter met een aanval over links of een aanval over rechts? Buiten de lijntjes kleuren. En dan heeft u het over Hans Van Mierlo en Els Borst. Juist, ja. En wie bent u zelf? Ik ben Kaan van den Berg, adviesraad Zorg en Samenleving Oorschot. Zo heet dat bij jullie. 2 voorbeelden waren dat van inspirerende persoonlijkheden. Stan, ik heb hier nog iemand deze kant, links. Links, daar. Oh ja, vertel. Mijn naam is Kees Slingeland. Ik ben voorzitter van de cliëntenadviesraad in Alphen aan de Rijn. En ik laat mij onder meer, moet ik zeggen, inspireren door onze burgemeester, Lisbeth Spies. Die heeft zich in de afgelopen jaren in onze gemeente leren kennen als iemand die begaan is met het lot van de burger. Die dat laat zien in woord en daad. Die altijd klaarstaat, die altijd bereid is om een luisterend oor te bieden. Om een kop koffie met iemand te drinken. Ik vind dat geweldig. Ondanks het feit dat ze ook nogal wat bestuurlijke taken heeft naast haar burgemeesterschap. Ja. Dus ik laat me daar mede door inspireren. Ik vind een geweldige bestuurder, maar ook een hele fijne medeburger. Juist. Oud-Kamerlid voor het CDA ook, geloof ik, hè, mevrouw Spies. Ja. Zeg ik dat goed? Ja. En zelfs oud-minister. Nou, kijk. U heeft volgens mij nog de microfoon om. Ik ga u even een andere geven. Want dan kunt u ook rustig armen over elkaar slaan en zo. Hadden we er nog ergens heen? Ja, toch? Oh ja, hier. Nog even 2 voorbeelden van inspirerende... Ja, dankjewel. Wie wil, wie durft? Dat zijn al meteen 3 vingers. Vertel. Ik ben Anne Meijer, ik ben van de adviesraad Bunnik. En in mijn werkend leven heb ik veel te maken met mensen die als ervaringsdeskundige in de GGZ soms glanzende carrières hadden. Getroffen werden door een ziekte, een psychische stoornis, een beperking. Dat in elkaar zien donderen en dan vervolgens zich hervinden, herstellen. En hun eigen ervaring ten dienste stellen
van een goed beleid voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. En daar heb ik echt diep ontzag voor. Ervaringsdeskundigen. Precies, ja. Heel mooi. Ik zag daar ook nog iemand vinger opsteken. Petra, ik kom naar je toe. Ik ben Kees Boots, sociaal domeincommissie in Hillegom. Niet zozeer een persoon, maar wel een instelling. En het gaat dan met name over kerkelijke diaconieën, die ook vaak de leuze hanteren, doe en zie niet om. Dus die onafhankelijk van situaties van mensen en hun inkomen, maar wel vaak met schuldheid problemen zitten. In eerste instantie zeggen we gaan je helpen en daarna kijken we wel of we je zover kunnen brengen dat je weer met zelfrespect door kan in je leven. Dus dat soort instellingen, informele instellingen, worden vaak vergeten, maar die zijn heel inspirerend. Mag er nog eentje? Ja, de laatste. Okay. Ik ben Jeanette van Pelt, ik kom uit Vlissingen. En ik heb eigenlijk bewondering voor alle mensen waar we hiervoor zitten. Want die zijn zo vaak zo krachtig en zo stoer om toch met wat ze hebben de weg te vinden. En daar heb ik de meeste bewondering voor. Heel mooi. Voor, hè? Wat u eens reageren, mevrouw Bussemaker, op dit soort. Is dit wat u in gedachten had toen u zelf dacht aan inspirerende voorbeelden? Ja, ik denk dat er tal van inspirerende voorbeelden zijn. Dat kunnen zeg maar grote denkers zijn, zoals die Avesha Margalit die ik noemde, of Berlin. Maar het kunnen bekende Nederlanders zijn of leidende figuren in je gemeente, zoals een wethouder of een burgemeester. Mm-hmm. Maar ik vind het heel mooi dat het juist ook vaak personen kunnen zijn die in een hele moeilijke situatie hebben gezeten en laten zien hoe je daar weer uit kan komen. En anderen daarmee kunnen inspireren. Ja. Dus lotgenoten, ambassadeurs. Zijn vaak de mensen die ook laten zien dat het anders kan. Dus wat mij betreft is die inspiratie. Ik vind dat mooi uit het beeld wat we hier krijgen. Dat het zo divers is. Zo is het met inspiratie, gelukkig. Ja, blijf even staan. Want ik ben ook even nieuwsgierig naar uw reactie op de reactie van Henk ten Hulscher. Ik vat het even samen, kort. Hij zegt, maatwerk is lastig voor ons als gemeente. Dat benadrukt u een paar keer. Ons wiel draait langzamer dan dat van de burgerparticipatie. Toen we een voorbesprekingetje hadden, toen zei u, eigenlijk vind ik het prettiger, corrigeer me als ik het niet goed citeer, om te praten met een adviesraad dan met de gemeenteraad. Want dat is allemaal veel meer ontdaan van partijpolitieke belangen. Klopt dat? Ja. Sorry? Die stelling blijft overeind, ja. U zegt, we moeten nieuwe politieke legitimiteit zoeken en we mogen ook verschillende oplossingen bieden. Vroeger kreeg iedereen dezelfde dakkapel, maar dat is in zorg en ondersteuning heel anders. En dat vinden we dus moeilijk. U ziet ook dat er verschil is, zoals mevrouw Bussemaker constateerde, in gezondheid. Dat ging over complexe ongelijkheid, noemt u dat. En dat is ook in Meppel, ziet u dat binnen één wijk zelfs. Tenslotte zegt u ook nog bij thema 2, schurende stelsels. U noemt de participatiewet en de jeugdwet als voorbeeld van twee wetten die schuren. De kredietbank vormt een uitdaging als het gaat over schulden, want dat is ook een belangrijk thema in de gemeente. En tot slot zegt u, dan gaat het over het derde thema, gezonde en sociale leefomgeving. Dat u de adviesraad nodig heeft als het gaat om het integreren, noem ik het maar even, van kwetsbare mensen in de wijk. Misschien even inhakend op dat laatste. Wat kan de rol van de adviesraad daar zijn, denkt u, mevrouw Bussemaker? Nou ja, eigenlijk volgens mij, zoals ik het zei, juist de verhalen, de gedachten in stelling brengen tegenover ook die schurende stelsels. Dus om te laten zien ook hoe de leefwereld van mensen eruit ziet en van daaruit redeneren. Ja. En als ik daar nog bij aan mag sluiten, kijk, ik ben het heel erg met Henk eens dat dat we dit ook nodig hebben. Dat we een adviesraad als u nodig hebben. Ook om op zoek te gaan naar die nieuwe oplossingen. Die onorthodoxe wegen. En helaas, ik ben er in mijn verhaal niet zo op ingegaan. Maar vroeger was de politiek een onderdeel van de oplossing. Nu denk ik wel eens dat de politiek een onderdeel van het probleem is. En niet de kleinste. Ja, ik bedoel, ik heb er ook 20 jaar rondgelopen. Ik vond het ook echt wel welletjes. Maar hoe komt dat dan? Dat het veranderd is? Dat het niet meer een deel van de oplossing is, maar een deel van het probleem? Waar zit hem dat in?
Ik denk dat dat heel veel met waar ik het in mijn verhaal ook over had. Met de ontzuiling, de versplintering, het terugtrekken van mensen in bubbels, waardoor politieke partijen eigenlijk zeg maar niet meer die leidende waarden van wat ik menselijke waardigheid. Je mag met Harnie van Leeuwen had ik daar goed over kunnen kibbelen, maar. Je had wel een centrale waarde. En het lijkt eigenlijk wel steeds minder over waarde te gaan. Maar het gaat steeds meer over successen boeken op korte termijn. En ik heb het ook meegemaakt. En Bert weet het als geen ander. Want ik werd staatssecretaris toen de WMO, geloof ik, 3 weken bestond. En het eerste jaar werd ik elke keer naar de Kamer geroepen als een gemeente iets anders deed dan wat er daarvoor landelijk gebeurde. Want dat mocht niet en het was ongelijkheid en het was allemaal vreselijk. Gemeenten gingen van de weeromstuit eigenlijk oude structuren nabouwen op lokaal niveau. Waarmee we dus precies met elkaar toen al aan het doen waren. Heel frustrerend, wat niet de bedoeling was. Dus we werkten toen eigenlijk al niet volgens de bedoeling. En daar is de politiek, omdat er vanuit niet meer, ja, omdat er veel meer versplintering is, ook in het politieke landschap, is het veel moeilijk om vanuit die waarden tot de overeenstemming te komen. Ik denk wel dat heel veel politieke partijen, ik ben benieuwd hoe dat in Meppel is, graag allemaal zeg maar de spreekbuis van de adviesraad zouden zijn. Dus misschien is uw invloed potentieel wel veel groter dan u denkt. Petra, wil jij de microfoon even aan Henk geven? Daarmee kunt u de lied nemen. En misschien moet ik hem nu even. Ja. Ja, ik denk het wel. De adviesraad is ook. Maar goed, heel strikt genomen is de adviesraad een adviesorgaan aan het college. En ik denk oprecht. College van BMW. Ik denk wel oprecht, doordat er een redelijk neutraal, apolitiek gesprek gevoerd kan worden met het bestuur en de ambtelijke organisatie bij ons, kom je denk ik tot betere oplossingen voor alle vraagstukken die we voor hebben liggen. Want op het moment dat je het is mijn opdrachtgever, hè, de gemeenteraad. Dat is het hoogste orgaan waar ik verantwoording af moet leggen. Maar ik heb het ook benoemd. Het is gewoon een worsteling ook voor deze gemeenteraad om de goede aansluiting te vinden bij de buitenkant van het gemeentehuis. En traditioneel, mijn vader stemde katholiek, las katholiek en luisterde goed naar de pastoor. En dat is allemaal weg. Petra van der Horst wil even reageren. Nou ja, wat wij zien is dat gemeenteraden snoeihard de adviesraden nodig hebben. Er is veel minder kennis en kunde over het sociaal domein. Ook die versplintering aan kleine politieke partijen en smalle basis om politiek te bedrijven. Grote vraagstukken die eigenlijk op het sociaal domein liggen, zie ik dat gemeenteraden steeds meer vragen waar is het advies van de adviesraad. En dat betekent niet dat ze niet alleen waarde hechten aan de adviesraad, maar dat ze ook zeggen ik weet helemaal niet hoe ik de sociale vraagstukken aan moet vliegen. En ik heb de adviesraad nodig om mijn eigen rol te kunnen doen. En dat is natuurlijk ook wel een zorgelijk iets. Aan de ene kant zijn we nodig, maar ook een stuk zorg dat er gewoon bij de gemeenteraad onvoldoende feeling en expertise ja. is. Ja. We gaan naar de zaal, want ik zie verschillende vingers. Meneer, vertel even wie u bent en wat uw vraag of opmerking is. Ik ben Bert Schuur, ik zit in de adviesraad in Oosterhout. En ik heb ook ervaring als gemeenteraadslid. Er spelen 2 problemen, denk ik. De politieke partijen lokaal hebben veel te weinig draagvlak nog in de gemeente. Vroeger hadden politieke partijen grote ledenaantallen. Als ik naar mijn eigen partij kijk, die konden terugvallen op hun eigen achterban om te horen wat er speelde. Welke partij was dat? Het CDA. En aan de andere kant speelt mee, denk ik, de worsteling die ik. Ik ben nu een jaar lid van die adviesraad. Om wat u zegt, om dat te horen van wat de gemeente, wat de bevolking in Oosterhout, een Oosterhoutse plaats met 55.000 inwoners, er nu werkelijk van vindt, dat een enorme worsteling is. Want we hebben wel een klankbordgroep en we hebben wel andere manieren, maar we bereiken ook maar een heel klein gedeelte van onze bevolking. Dus we moeten ook niet te veel naast onze schoenen gaan lopen met te zeggen van adviesraad weet het. Maar als je niet oppast, zitten daar een aantal experts die een beetje tegengas zullen geven op wat andere experts gezegd hebben. En dat is niet wat we moeten zoeken. Maar daarom denk ik wel, ik had het in mijn verhaal over het belang ook van de ervaringen en het narratieve verhaal. Want kijk,
ik zie het overal dat er geen, vroeger waren ook organisaties, zeg maar, in de verzaalde samenleving, die met elkaar deals konden sluiten en dat konden vertellen aan alle lagen daaronder. En je ziet het de afgelopen. Zie wat er in het onderwijs gebeurt. Met een akkoord dat op vrijdag wordt gesloten en dat de dag daarna weer kapot is, omdat de professionals, de leraren, de vakbond niet meer vertrouwen. Zie wat er met de wet BIG bij verpleegkundigen is gebeurd. Ja. Omdat de vereniging VNVN iets heeft afgesproken waarvan de professionals zelf zeggen, maar dat is helemaal niet hoe wij het ervaren. Dus zeg maar, dat narratieve verhaal, dat verhaal van de mens met ervaringen en niet alleen de professionals die met elkaar van mening verschillen, is volgens mij cruciaal om in te brengen. En ik denk dat een adviesraad daar veel dichterbij zit dan doorgaans een gemeenteraad. We gaan even naar die meneer, want die staat al een tijdje. We komen zo bij u, meneer. We gaan eerst even naar deze meneer. Die staat hier al 2 minuten. Ja, daar sluit ik me op aan, zeg maar. Want waar het fout gaat, merk ik in de 7 jaar dat ik als ondersteuner in Binnels, eerst als secretaris, penningmeester van de adviesraad Stichtse Vecht, het laatste jaar als ondersteuner voor 2 dagen van de adviesraad. Waar het fout gaat is, zeg, dat er wordt gesproken met politiek, maar ook, zeg maar, vanuit beleidambtenaren, over de burgers, niet met de burgers. Dus wat de adviesraad Stichtse Vecht gedaan heeft de laatste jaren, is inspiratiesessies organiseren, waarin je de 2 groepen bij elkaar zet en dan van gedachten laat wisselen. Dus afgelopen week is dat ook weer gebeurd over jeugdzorg, jeugdhulp, zeg maar. En dan zie je dat er in het begin schuurt het, want de beleidsmedewerkers die voelen zich aangevallen. Alleen dan zien ze ook wat er, zeg maar, in de praktijk gebeurt en dat het heel makkelijk op te lossen is door niet naar 36 loketjes te gaan, maar gewoon met z'n allen aan tafel te gaan zitten, met de inwoner, cliënt te gaan praten en dan heel makkelijk tot oplossingen kan komen. Dus dat is eigenlijk de rol van de adviesraden. Breng de partijen, beleidsmedewerkers, ook wat collega daar als wethouder zegt, ga met de adviesraden om de tafel zetten en breng de partijen bij elkaar. Maar dat begint wel, ik vond dat een heel belangrijke opmerking was die jij maakte. Dat begint dat je niet bang bent. Dat begint ermee dat je dat gesprek aandurft te gaan. Dat vraagt dus enig moed. En ik zie in ook die wispelturige politieke omgeving, waarin ook kiezers als een blad als een boom om kunnen vallen van hun politieke voorkeur, zie ik heel veel bestuurders die eigenlijk bang zijn. En dat zie ik in de politiek, maar ik heb het afgelopen jaren ook bij bestuurders in de zorg gezien en bij bestuurders in het onderwijs. Die zijn allemaal als de dood voor de inspectie. Terwijl bijvoorbeeld een inspectie alleen maar zegt, wij willen heel graag weten als we ergens binnenkomen wat de visie van een instelling is. Wat willen jullie? Wat is jullie waarde? Wat vind je goede zorg? Wat vind je goed onderwijs? Maar iedereen is bang. En als je bang bent, kom je dus nooit tot een goede oplossing. Want dan ben je better safe than sorry. Dan kom je dus nooit op die onorthodoxe weg. Nee. Ga je steeds meer in de lijntjes kleuren. Eerst Henk en dan met u. Ik krijg hem. Ik hou hem even zelf vast, ja. Okay. Ik wil nog even wat zeggen over die angst, hè? Want jullie als adviesraad komen dus in een systeem te functioneren waarin een wethouder bang is om afgerekend te worden, waarin een ambtenaar bang is voor een boze brief van de burger en waarin de gemeenteraad alles maar wil blijven beïnvloeden. Terwijl de enige boodschap kan zijn, ook in het voorbeeld van die reïntegratieconsulent, dat je als bestuurder en ook als college op dat moment zegt, wat voor besluit je ook neemt, ik sta achter je. En dan maak je de stappen. Maar realiseer je, elke keer als je misschien gefrustreerd een vergadering afrondt, dit is wel de werkelijkheid van een bestuurder, van een college en van een gemeenteraad. En we moeten daarin leren. We moeten ons daarin ontwikkelen. Juist. 1 seconde, even wachten nog. Deze meneer als eerst. Vertel even wie je bent. Ik zou niet weten waar ik op moet reageren. Nee, u stak net de vinger op, vandaar dat ik bij u kom. Ik weet waarover dat ging. Dat was over de volstrekte voorspelbaarheid van die angst van politici. Je ziet het aankomen en het gebeurt toch. Wat zie je aankomen? Dat ze angstig zijn? De bakels waar mevrouw Bussemaker het over had, die zag je gewoon aankomen. Er was geen fatsoenlijke besluitvorming. Er is nog nooit echt bijvoorbeeld een raadpleging geweest van deelnemers aan de pensioenfondsen. Die is er nooit geweest, bij geen enkel fonds. En toch hebben ze standpunten, hebben ze meningen, gaan ze in overleg. Ja, de mensen
die doen niet meer mee. Die zeggen, dat doen we gewoon niet meer. Ik zit gelukkig, zou ik haast zeggen, in de SGP-gemeente. De gemeente Rhenen, zie ik. Dus een van de weinige SGP-gemeentes in Nederland. Daar nemen mensen elkaar serieus. De gemeenteraad neemt zichzelf serieus. En de burgers serieus. Er wordt met de participatienota gewerkt. En Arie van der Staaij is nog steeds een hele actieve figuur. Hoewel die al jaren met pensioen is. Die loopt ook tegen de 80, net als ik. Wij gaan gewoon door omdat we ontdekt hebben dat inderdaad de gemeente ons goed kan gebruiken. We hebben wat te bieden. We hebben ontzettend veel ervaring. We hebben ontzettend veel achtergrond. We kennen vrijwel iedereen in de stad en in de dorpen. Dus als er iets besproken moet worden, nooit angst. Angst is niet aan de orde. Wat moet je met angst? Ik zou ook liever, ik pleit ervoor dat die angst werkt verlammend. En werkt dus verlammend om tot nieuwe inzichten te komen. Alleen heel veel SGP-gemeentes zijn er niet meer in Nederland. En ook met die gemeentes waar dus heel veel diversiteit aan inwoners, aan voorkeuren, aan maatschappelijke en politieke achtergrond zit, zou je willen dat er naar elkaar geluisterd wordt. Meneer Stuit noemt zichzelf een gelukkig mens. Ja, heel mooi. U bent? Harry ter Braak, bestuurs- en organisatieadviseur en voorzitter van de adviesraad in Delft. In mijn waarneming hebben we sinds een jaar of 20 met z'n allen gewild dat de politiek zichtbaarder werd. En het gevolg is dat het bestuur onzichtbaar is geworden. Ik mag met heel veel raden en colleges om tafel zitten. En als ik vraag wat is het verschil tussen politiek bedrijven en besturen, dan wordt het vaak heel ingewikkeld. En mijn ervaring is verder dat als het gaat over doen wat de bedoeling is, dat het in 80-90% van de gevallen heel goed kan met de standaardprocedures. Maar dat je af moet wijken in die 20% of die 10% waar het gewoon anders is. Dus ongelijke gevallen naar hun ongelijkheid behandelen in plaats van gelijk behandelen. En wat gebeurt er dan op het moment dat je in die hoek terechtkomt? Punt 1. We zijn heel erg moeilijk in staat om te identificeren waar die verschillen precies zitten en hoe we daarmee op moeten gaan. En iedereen die daar dan in handelt en een fout maakt, wordt publiek afgerekend. Of dat nou de ambtenaar is of de bestuurder is, dat is wat we met z'n allen doen. En de media, net ook al gezegd, spelen daar een hele belangrijke rol in. Media hebben gezegd dat ze een hele belangrijke rol willen spelen in de democratie. Maar op het moment dat je met de media de discussie aangaat over welke rol of ze eigenlijk pakken in de democratie als het over dit soort dingen gaat, blijken ze niet thuis. En daar zou de politiek en de media met elkaar eens het gesprek over moeten voeren. En dan hoeft er geen angst te zijn. Juist. Mooie stelling. Achter in de zaal. Sanne komt naar u toe. Ik ben Jannie Heunen, voorzitter van de Sociaal Adviesraad uit Harderwijk. De wethouder die noemde net even over die angstcultuur en koppelde daar ook het woord vertrouwen aan. En in mijn beleving mist dat toch in onze samenleving. Het woord vertrouwen, denk ik ook even aan Jan Terlouw, hè, met zijn touwtje uit de deur. In onze gemeente doen we ontzettend veel mooie dingen. Onze adviesraad wordt ook steeds breder. En wij stimuleren ook heel erg dat er veel meer burgers mee gaan denken met de gemeente. Niet alleen de adviesraad, hè, want wij weten ook lang niet alles. We werken wel veel in regionaal verband. Maar telkens zie ik dat wanneer er vertrouwen is, wanneer je iets met elkaar wilt gaan doen, dan lukt het gewoon. Dan hoef je niet af te vragen van gebeurt het wel of gebeurt het niet, maar het gaat. Dus daar zou ik wat meer de aandacht op willen vestigen. Juist. Ja, als ik daar even op mag reageren, want natuurlijk, vertrouwen is cruciaal. Alleen de hamvraag is, hoe creëren we in de huidige samenleving het vertrouwen? Daarom was ik was eerlijk gezegd echt heel erg verbaasd over die reactie op dat touwtje in de brievenbus. In de brievenbus, ja. Dus, ik bedoel, het is een mooi beeld, maar het is ook wel heel nostalgisch. En daar gaan we dus nooit meer naar terug. Dus ik vind het eigenlijk een belangrijke vraag hoe we in de huidige samenleving kunnen zorgen dat we dat vertrouwen toch met elkaar
weten vorm te geven. En dat vraagt heel, heel erg veel gesprek. En zowel politiek als bestuur is denk ik voor 80% tegenwoordig... is praten, in gesprek gaan, delen, ervaringen ophalen, teruggeven... samen ingewikkelde dilemma's oplossen. Zodat mensen zien dat er geen makkelijke oplossing zijn... maar dat je het wel met gedeelde kennis op basis van vertrouwen doet. Ik wil iets zeggen. Ja, ik wil even terug naar het basis van het begin van de lezing... en waar we dagelijks mee te maken hebben, is... Hoe is de relatie met buiten de lijntjes kleuren, authentiek en onbetreden paden treden om iets te bereiken, is de algemene met de AVG, de privacy. De mensen zitten op Facebook, leggen alles bloot en zo gauw het ergens anders in de buurt komt, dan mag je het niet doen, want dat is de privacy van. Hè? Praat maar met beleidsambtenaren, nee, want dat moeten we in de privacy van de burger treden. Als je iets als adviesraad wil bereiken. En welk probleem levert dat voor u als adviesraad op? Dat je soms dingen niet voor elkaar kan krijgen... in samenwerking met je beleidsambtenaar of wat dan ook. Om te zeggen, nee, dat is te veel privacy. Neem het probleem zorgmeiders maar. Neem het probleem LVB'ers maar. Dak- en thuislozen. Zo gauw je die man op straat in zijn nekvel grijpt... van zeg, jij gaat hier niet liggen, want... Ja, zeg het maar, hè. Als hij zegt, ik wil hier liggen. Ja, ik kan dan vanuit zeg maar de lokaliteit waarin we allemaal werken... u als adviesraad, ik als wethouder... ik kan er twee dingen over zeggen. Soms wordt het argument gebruikt bij mij aan tafel... als ik een beleidsstuk heb wat richting een college... Ja, Henk, het kan niet, want het is AVG. En dan houdt het ook bij mij gevoelsmatig ook wel een beetje op. Maar ik ben wel heel blij dat ik ook collega's aan tafel krijg. Die zegt, Henk, we hebben die meneer even een uitkering gegeven. Het mag niet, maar het is wel beter voor het gezin. En zolang die momenten zich maar blijven afwisselen... en dan mag u wel raden welk gedrag ik stimuleer... en welk gedrag waar ik voor zeg, nou, denk er nog maar eens even over na. Maar dat blijft onder ons zijn mensen, dat er in Meppel uitkeringen worden... terwijl dat eigenlijk niet mag. Oh ja. Hier was een mevrouw die even wilde reageren. Dan bent u. En ik hou hem zelf vast. Dank u wel. Ik Karin Lambrechts. Ik werk tegenwoordig voor de AMBO, de Ouderenbond. Maar ik ben 8 jaar wethouder geweest in de gemeente Dordrecht. En ik wil er even een lans breken voor mijn oude collega's en ook voor de ambtenaren. Ik vind juist dat je steeds meer ziet dat mensen niet meer binnen de gemeentehuizen, stadskantoren blijven, maar naar buiten gaan. Ik denk juist dat het een kunst is voor de sociale adviesraden om zich tot te verhouden tot hoe het tegenwoordig gaat bij het ambtenarenapparaat. Steeds meer naar buiten. Jullie komen eigenlijk op hetzelfde terrein. En ik heb helemaal niet de ervaring dat we niet buiten de lijntjes durven kleuren. Ik heb heel veel buiten de lijntjes gekleurd. En dat ging altijd goed. Zolang de uitkomst goed was. En anders werd je teruggepakt door de politiek. Maar ik denk vooral dat vooral ambtenaren steeds meer naar buiten gaan. En die samenwerking tussen jullie, dat steeds belangrijker wordt. Dus, en met jullie bedoel je de ambtenaren en de adviesraad? Ja, precies. Dus werk juist samen in plaats van elkaar als soort vijanden te zien. Want dat is helemaal niet nodig. Nog even één vraag aanvullend. Geef eens een voorbeeld van dat buiten de lijntjes kleuren wat u heeft gedaan. Want dat wordt het mooi concreet. Nou, dat was misschien het allerergste dat ik buiten de pagina zat. Een moeder kwam bij mijn kind met een beperking. Moest een aanbouw. Zou heel moeilijk zijn, heel veel geld kosten. Zag zelf meer in de verhuizing. Maar konden wij natuurlijk als gemeente niet betalen. Heb ik zelf voorgesteld om een aantal maanden mee te helpen om dat te overbruggen. Omdat ze dan er met 2 huizen te maken hadden. Kon allemaal niet. Uiteindelijk toch doorgezet. Wonen in een andere wijk. Prima huis waar ook de kleine in kan opgroeien. En uiteindelijk allemaal netjes geregeld. Maar in eerste instantie konden we alleen een uitbouw doen en daaraan mee betalen. Oké. Meneer, u wilde reageren. Volgens mij iets met vertrouwen, of niet? Nee. Over buiten de lijntjes kleuren. Dat laatste voorbeeld vond ik heel betekend, zeg maar, van de wethouder. Er zijn ook zoiets als discretionaire bevoegdheden. Daar worden veel te weinig vaak gebruik van gemaakt. Want ambtenaren kunnen dan buiten de lijntjes kleuren. Alleen de meesten weten dat niet. En een heleboel mensen durven dat niet toe te passen. Dus daar zou je als adviesraad ambtenaren op kunnen wijzen dat ze een discretionaire bevoegdheid hebben? Dat ja.
Oké. Nou, even de praktijk weer bij ons in de gemeente. Adviesraadleden zijn ook aan de voorkant betrokken bij nieuwe beleidsterreinen of bij beleidsterreinen die vanuit de adviesraad worden geïnitieerd. Dus eigenlijk rondom armoedebeleid wordt door de adviesraad er heel sterk aan de voorkant meegedacht. En dat zorgt ervoor dat het uiteindelijk een stuk wat bij mij komt en bij het college gewoon beter is. En ja, ik denk dat we dit gedrag wel met elkaar moeten blijven stimuleren. Ja, co-creatie. Ja. Co-creatie heet dat. Dat is mooi. Daar zou ik mee moeten beginnen ook. Hè? Niet pas beginnen met het probleem signaleren als er eigenlijk al iets gebeurd is wat je had kunnen voorkomen. En dat kan alleen door co-creatie. En daarom denk ik dat jullie, anders dan gemeenteraadsleden, daar veel dichter bij de problemen kunnen zitten. En dus ook beter mee kunnen denken. Maar dan hoort er wel bij dat je de ruimte neemt. Wat ik zei over binnen de lijntjes kleuren en ook zeg maar de durf om het anders te doen. Dat ik wel afgelopen jaren best geschrokken ben van wat ik gezien heb. Hoe eigenlijk elke regel die dan vaak nationaal ontstaat nog een keer strenger wordt ingevuld bij elke volgende stap naar de uitvoering. Dus dan is er een koepel en die vindt er wat van. En die denkt ja, nou ja, toch maar wat strakker doen. Wij in Nederland weten trouwens ook, we doen de aanbestedingsregels vaak ook weer strenger dan ze van Europa moeten. Dan op lokaal niveau wordt er ook nog weer een laag aan toegevoegd. En dan denkt de uitvoerende instelling, nou ja, ja, misschien toch ook nog wat. En vervolgens zetten we onszelf dus totaal klem. En is dat uit angst dat ze op de vingers worden getikt? Of waar komt dat vandaan? Ja, of de angst dat ze better safe than sorry. Je weet maar nooit wat er dan wat er mis kan gaan. Ik weet scholen en zorginstellingen die van regels die ik gemaakt had, die mijn collega's bij VWS gemaakt hadden. De professionals riepen allemaal dat het heel erg hard nodig was. En vervolgens werd het nergens gebruikt. En toen ik ging vragen van waarom is dat dan? Ja, omdat de bestuurders of de koepels, die vonden het toch allemaal een beetje, die vonden het eng. En ik denk dat daar dus een heel belangrijke taak voor jullie ligt om een spiegel voor te houden. En zo nodig ook op te schalen landelijk. We hebben nu een secretaris-generaal bij VWS, Erik Gerritsen. Die bindt enorm de strijd aan met het gevoel dat er van alles maar niet mag. En dan zegt hij, we gaan het uitzoeken. En dan zegt hij heel vaak, kijk maar, het mag wel. Ik zou alleen willen dat niet alleen individuen moeten bewijzen dat het mag, maar dat je geholpen wordt om het te mogen doen. En dat je dus niet, zeg maar, stiekem doet en moet zeggen, niemand weet het, hè? Maar dat je daar trots op kan zijn en kan zeggen, hé, dit is hoe het moet werken volgens de bedoeling. Ja. Dat willen we met elkaar nog veel meer gaan doen. En dat je de stroom mee krijgt. Ja. Ja, ik heb nog even iets over binnen en buiten de lijntjes kleuren. Het is natuurlijk wel van belang dat je binnen de lijntjes een beetje weet wat werkt en niet werkt. Wat ik bijvoorbeeld bij de reïntegratie tegenkom, dat is dat van methode en technieken heeft men weinig verstand. Hè? Er zijn veel niet bewezen, niet valide en betrouwbare methoden worden gebruikt. En vervolgens krijgen de burgers daarmee te maken. Als je 1, 2 of 3 keer werkloos bent, weet je echt niet wat je mag verwachten van de ander en wat werkt en wat niet werkt. En zolang we niet aan de ene kant binnen de lijntjes goede methoden en technieken gebruiken om tot betrouwbare uitkomsten te komen, dan kan je wel buiten de lijntjes gaan kleuren, maar binnen de lijntjes zit het dan nog steeds niet goed. En dat betekent dus simpelweg gezegd dat de oplossing ligt voor een deel in het kleuren buiten de lijntjes, onder de zekerheid dat binnen de lijntjes op zijn minst een bepaald niveau van methoden en technieken wordt gebruikt, zodat je tot een goede oplossing komt. Ja, ik zou het op een andere manier formuleren. Nu wordt de oplossing als het ware gecreëerd door buiten de lijntjes. En dat is eigenlijk dat je probeert ook op lokaal niveau veel meer interprofessioneel te leren en van elkaar te leren. Want die stap hebben we ook nog niet gemaakt. Hè? Nee. We hebben wel landelijke kennisinstellingen, we hebben een landelijk SCP. Maar er zou veel meer lokale, regionale kennisinfrastructuur moeten zijn. Waarin precies ook de botsing tussen die schurende stelsels op uitvoeringsniveau zichtbaar wordt. En dat vind ik trouwens ook wel een taak voor de RVS liggen in het kader van die schurende stelsels. Want wij doen nu adviezen op verzoek van de regering en ook het parlement.
Maar wat we eigenlijk willen is meer de relatie met de gemeente leggen. Met het sociaal domein leggen. Ja. Om precies dit soort schurende stelsels zoals jij die aangaf. Dus reïntegratie en jeugdzorg. Om daar ook naar te kijken hoe kunnen we dat nou met elkaar beter doen. Ja, vertel nog even wie je bent, want dat hebben we niet meegekregen. Ja, ik ben Jan van der Heerden van de adviesraad in Arnhem. Okay. En voor die tijd heb ik van alles en nog wat met TNO gedaan. En ik moet eerlijk zeggen, ik erg me kapot aan het feit dat er buitengewoon weinig gedaan wordt aan methoden en technieken die werkelijk werken. En dat er als het ware een sausje overheen gegooid wordt over het stelsel. Schurende stelsels, buiten de lijntjes kleuren enzovoorts. Het blijft en het is van belang, en dan heb ik het alleen over de reïntegratie, dat er echt dingen gebruikt worden tijdens het reïntegratieproces die werken. Ja, en niet, niet andersom. Aan de ene kant moet het evidence-based, moeten we leren. Aan de andere kant heeft ook de Raad een heel mooi advies in haar tijd gemaakt over zonder context geen bewijs. Dat je dus ook daar naar de context moet kijken. Want wat voor de een kan werken, kan voor de ander, omdat hij in een hele andere situatie zit, juist niet werken. Dus toch maatwerk ook. Deze meneer wil al een tijdje iets kwijt. Mart Zinken, adviesraad Zuidplas. Ik wil even terugkomen op dat punt van het doorwerken van landelijke regelgeving en plaatselijke regelgeving. Als je daarvan afwijkt, hè, zorg op maat, dan word je verweten aan politiek te doen. Dat wordt natuurlijk wel een hele dolle toestand, want de gemeenteraad laat het liggen, dat mis ik overdrijven. En wij als adviesraad zouden door onze optreden zouden op politiek doen. Hoe nu verder? Dat speelt ook als interne discussie bij ons in de adviesraad. Ik ben heel simpel. Volgens mij halen we belastinggeld op in Den Haag. Dat komt weer terug op de bankrekening van de gemeente. En we moeten het gewoon zo goed mogelijk verdelen. En ik merk dat ik dan wel weg wil blijven bij het politiek bedrijven. Want het gaat gewoon om het realiseren van zorg en ondersteuning voor mensen in onze gemeente. En daar speelt... Ja, ik weet dat dit, als je hem heel erg scherp maakt, niet gaat werken. Want ook ik ben politiek gekozen en ik stond ook op die lijst. En de gemeenteraad gaat mij in ieder geval wel bevragen waarom ik dingen doe. Maar ik zou wel willen beginnen met het feit, jongens, we verdelen het geld op een goede manier. Punt. Om de zorg en de ondersteuning goed te regelen. En hou dat politieke sausje er zoveel mogelijk vanaf. We hebben nog, ik kijk even naar de klok, die zie ik daar, 14:41. We hebben officieel nog 4 minuten, want mevrouw Bussemaker, u moet weer naar een volgende afspraak. We hebben nog een paar vingers. Ik heb daar, ja, die mevrouw die staat al. En u, eerst deze mevrouw. Ja, is wel even iets anders dan op de inhoud, maar gewoon echt op de rol van de adviesraad. Ik ben Antoinette Knoet en sinds juli betrokken bij de adviesraad Helmond. En ik vind het echt een dilemma als ik zie hoe verschillend de raden georganiseerd zijn van wat is nou wijsheid. En ik werd een beetje getriggerd door de manier die u gaf van wij organiseren, hè, bijeenkomsten. En mevrouw Lambrechts die zegt van onze beleidsmedewerkers gaan meer naar buiten. Ik zou het jammer vinden als adviesraden eigenlijk ook zelf instituties worden die het gaan doen. Ik zou zo verschrikkelijk graag als adviesraad erin zitten om te zorgen dat beleidsmedewerkers, de gemeente zeg maar echt ten dienste van de inwoners komt en dat je dat proces probeert mede te faciliteren met de kennis die je zelf hebt van de samenleving over welke mensen waarbij betrokken zijn. Dus dat wil ik eigenlijk noemen omdat ik denk dat is iets wat we als koepel misschien ook nog eens wat meer met elkaar zouden kunnen uitdiepen. Wat werkt nu en wat werkt beter? En daarom ook nog even een herhaling waar ik vanochtend over sprak, mevrouw Bussemakers. Zonder S. Oh, sorry. Zuiden, terwijl we elkaar zo kennen. In het zuiden doen ze er altijd een S achter. Volgens mij heb ik in de eerder verband al eens een keer ook diezelfde fout gemaakt. Excuus daarvoor. Wij moeten zelf geen instituties worden. We zijn nog ook allemaal vrijwilligers. En daarom is juist zo'n koepel zo ontzettend belangrijk. En zou u vanuit de raad ons ook een beetje kunnen helpen dat die koepel gewoon netjes overeind kan blijven, zodat wij met elkaar samen het kunnen bespreken. Mijn aanwezigheid hier mag u als een hele voorzichtige steunbetuiging begrijpen. Maar niet direct de financiële, begrijp ik. Ik heb geen geld. Oké. Toch even checken. Mevrouw, u staat al even. Vertel. Ja. Ik ben Barbara Visser. Ik werk met jongeren. Ik ben medezeggenschap ondersteuner, cliëntraad ondersteuner binnen een jeugdklinische psychiatrie. En we werken direct met jongeren. En de jongeren zelf zijn adviserend aan de Raad van Bestuur. En we hebben ook gewoon een adviesraad
Bij het Haagse met allemaal jongeren vanuit diverse jeugdzorginstellingen die adviserend zijn aan gemeenteraden in Den Haag van de H10. Gemeenteraden komen bij ons gewoon aan tafel zitten, komen tweejaarlijks gewoon met de jongeren spreken. En daar zijn jongeren zeer actief in. Ja. En ik denk dat de volgende stap van de transformatie nodig is, is dat de transformatie nog een stap doorgaat dan dat die nu is gepresenteerd. Volgens mij blijft die halverwege hangen, gewoon in de systemen. En is gewoon ook gewoon de transformatie niet heel erg mooi gewoon doorgezet vanuit cliëntperspectief te kijken wat er nodig is. En dat vanuit cliëntperspectief gewoon geredeneerd wordt hoe de systemen daarop aan te sluiten. En ik denk dat je dan pas gewoon gaat ondervangen dat de complexiteit van zorg, want eigenlijk is de ambulante zorg wel goed geregeld, denk ik. Daar is alles gewoon prima te doen. Er zijn enkelvoudige vragen. De complexiteit van de zorg heb je ook nodig om gewoon al die wetgevingen gewoon op elkaar gewoon te kunnen zien. Dat denken heel veel mensen niet vanuit de cliënt. En dan pas kan je ook gewoon het aantal regelgevingen bij elkaar krijgen die elkaar tegenspreken, die belemmerend zijn. En als u het heeft over waardigheid, dan weet je gewoon dat als je gewoon bijvoorbeeld een WHO krijgt, dat je gewoon bijna geen mogelijkheid hebt om tot participatie te komen, want je wordt klein afgerekend als je dat doet. En kostendelen, dat wil ik nog even naar voren brengen. Kostendelen is zo van belang. We werken met jongeren die zijn zwerfjongeren geworden, omdat ze gewoon uit huis gestoten worden vanwege ouders die gewoon in de bijstand zitten. En dan denk ik, dat is een probleem dat is al 20 jaar bekend. En waarom wordt dat nou niet gewoon eens een keer gewoon opgelost? Wie wil reageren? Ja, ik denk omdat we daar meer de verhalen voor nodig hebben en niet de systemen. En die discussie wordt in termen van systemen gevoerd. Ja, ook omdat niet iedereen daar hetzelfde over denkt. Dus dan kom ik toch terug op de waarde in een politieke discussie. Ja, verschillende meningen. Ik heb in een kabinet gezeten waar er echt hele grote verschillen waren in waar je vandaan kwam en waar je naartoe wilde. Daar krijg maar als je dus dan zegt, niet altijd. Ik snap niet, dat is in Den Haag. We hebben zwerfjongeren die echt achter elkaar gewoon onder de brug moeten slapen. En daarom denk ik op de jongeren. Ik hoor alleen maar jongeren en dan denk ik van ze stapelen met leenstelsel en dat soort dingen. Als u het heeft over segregatie, die horizontale banen die er eigenlijk, verzuiling die er aan het komen is, die zie ik, die herken ik. En dat is daarom denk ik dat juist het verhaal van onderop, dus niet alleen van bovenop vanuit de systemen, maar dat het verhaal van onderop, waar u een heel belangrijke rol bij kunt spelen. Want dan heb je het over echte mensen, niet over systemen. Ja. En volgens mij als we dat met elkaar slim doen, is dat eerst op gemeenteniveau. En vervolgens gaan wethouders daar samen de druk uitoefenen naar het landelijk niveau. Dat daar echt beweging kan komen. Dank u wel. Laatste vragen en opmerkingen. Mariette van Bavel, Sociale Raad Tilburg. Er wordt hier heel veel waardering uitgesproken voor de adviesraden. Daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Want ik denk dat ze inderdaad van grote waarde zijn en heel veel betekenis hebben. Tegelijkertijd heb ik daar wel de vraag bij hoe het mogelijk is dat sommige adviesraden, dat is een groot verschil hoor, maar dat niet alle adviesraden goed gefaciliteerd worden. Het werk gebeurt door vrijwilligers. Ik denk dat dat goed is, dat dat zinvol is. Maar zorg dan dat die vrijwilligers ook dat kunnen doen waar ze goed in zijn. En dat alle dingen eromheen die moeten gebeuren om ze goed te laten werken, dat die gewoon gefaciliteerd worden door een fatsoenlijk budget. En dat geldt ook voor de landelijke koepel. Maar wij zien in Tilburg, en dat is niet alleen bij ons, is overal, ook steeds meer regionale vragen komen. Dat is een taak erbij. Dan denk ik van ook daar is dan een facilitering nodig, zodat dat werk met zo weinig mogelijk moeite op de verkeerde dingen zeg maar, van de vrijwilligers kan gebeuren. Maar dat de vrijwilligers met name op inhoud en het doorgeven en het ophalen kunnen zitten. Dus een pleidooi voor goede facilitering van de lokale, regionale en de landelijke raden. Lijkt me iets voor Henk ten Hulscher als wethouder om hier eens op te reageren. Ja, ik ben het helemaal met u eens. Want we voeren als college, maar ook als college met de raad, een hele ingewikkelde discussie over het veranderende samenspel. En u bent al bezig. En de dorpsvereniging Nijveen ook. En de energiecoöperatie in het dorp ook. Dus in plaats van aan die tafel, als het ware met de ruggen naar u toe, maar te bedenken hoe we het gaan doen, gebeurt het al buiten onze kring. Dus ik ga helemaal met u mee. Dat moeten we goed faciliteren vanuit die lokale overheid. Dit lijkt mij een hele mooie afsluiting. Deze
dit pleidooi, deze hartekreet. Ik ga de microfoons van jullie overnemen. Ik ga Bert Holman nog even het woord geven. Blijf even staan. Mevrouw Bussemaker en meneer Ten Hulsje. Ik vond een fantastische middag. Hele inspirerende verhalen van Jet Bussemaker. Hele inspirerende verhalen van Henk. Toen ik op het ministerie werkte, ik zat in een vriendenkring met allemaal zorgverleners, psychotherapeuten, psychiaters. En zeiden, Bert, wat doe je nou eigenlijk op dat ministerie? Daar heb ik altijd gezegd, ik probeer op dat ministerie mijn stinkende best te doen om Nederland een heel klein ietsje pietjes beter te maken. En ik denk dat dat te maken heeft met de waardigheid waar je over spreekt. Dus niet die onderlinge ruzies tussen ministeries, maar hoe kan je Nederland nou met elkaar een ietsje pietjes beter maken? En jullie hebben daar vanmiddag een mooie bijdrage aan geleverd. En daarom krijgen jullie een prachtige bos bloemen. Oh. Alsjeblieft.